Dank ja, wel. Uh... Was... Welkom, welkom, welkom. Welkom bij podcast Perspectief. Vandaag hebben we alweer een heel interessante gast. Een echt speciale gast. Benjamin, welkom. Ik wil even een shout-out doen aan Max Verstappen en Sinterklaas. <laughs> en Sinterklaas? Ja, even, gewoon. Okay. Want... Samen zo... met zijn zuster. Nee, nee voilà, ik wil even zeggen, Max Verstappen heeft een relatie met zijn zuster, maar dat is misgelopen. maar... Heeft hij een relatie met zijn eigen zus of met de zus nee, van Sinterklaas? met de zus van Sinterklaas. Oké, okay, hoezo? Ja, ik heb te horen vallen. Ik weet niet of ze waren. Het is een leeftijdsverschil? dan of dat de jongere zus? Nee, nee, die jongere is. <laughs> heeft u, heeft u ook een baard? Een beetje. Is, is dat een Turk of wat? Die, die heeft ook 3 getraind. Een sekske. <laughs> <laughs> Dit is een beetje Turkse genen nog. Je weet we, het zijn, we zitten in aflevering nummer 64, denk ik. 64. 64, ik denk dat zit de aflevering fijn. Ja, joh. We zijn blij dat je er zit. Ah, maar maar wat blijf. hoor ik op de achtergrond? Ah, nee, dat is echt die dingen, die fireplace, wacht even. We zijn full option hier. Je een beetje te, nee. <laughs> <laughs> beetje te veel, nee. Een te veel options. <laughs> uh, Benjamin, we zijn eigenlijk wel efficace aan azen naar jou. je, joh. Uh, je zit aan het scheuren. Ja, ik ben een schuur, maar ik was soms naar je podcast en kijk, ik moet echt eerlijk toegeven, ik dacht van. Maar zoals fijn zijn, als die mannen mij vragen. En het is nee, gebeurd. Jawel. Echt, echt, het is geen zever. Ik dacht van mij, fijn, chill. En uh, het is gebeurd. Dus uh, ingelijks. Nee, bom, dat is bom. Ik hoor er graag van, denk ik, weer. Dat is, is een match. Voilà. We waren aan het wachten. We, waren, uh, we hebben, ik denk het wel, een maandje of, of, of drie weken of zo, zou je zeggen. Wanneer we een gaatje hebben. Voilà, op zondag. Ja, we filmen altijd zondag. Kijk, je hebt, hebt nu. Uh, je zit al lang bezig, hè? Ja. Je bent al lang bezig, maar op Instagram, hoe lang zit je met uw bepaalde soort video's bezig? Oh, Want wat doet je? Misschien eerst zeggen, wat doe je? Ja, wat doe ik eigenlijk? Uh, ik ben uh, acteur, ik, maak, allee, ik speel mee in theaterstukken, huh. uh, ik heb een eigen bandje. ik maak muziek op een, uh, een grappig niveau. Wat bedoel We, je dan slager of zo? Nee, Want dat nee, vind nee, ik wel is, grappig. Nee, uh, maar ik denk, nee, dat is vies grappig, is ik. Grap. ik moet ergens on luisteren. Onze muziekshow, ik denk. Bah, dat kan negen en slagen, maar er zit toch meer techno in een coolheid. Ah, okay. dus, uh, dus ik maak muziek en theater. Mm -hmm. En voor de rest um, heb ik me ook een beetje bezig. Want degene waar ik op theater doe, heb ik eigenlijk nu op TikTok, op Instagram, op Facebook gegooid. En uh, zo is het een beetje uitgedraaid. Ja, dat is uitge dus letterlijk uitgelopen. Hè? Je zit, uh... Ja, uh, eigenlijk heel onbewust. Want eigenlijk, ik zei iets online... Of ik doe iets, maar ik ben nooit bewust van het effect van uh, wat eruit kan komen. En nu is het een beetje een prof. Maar nog blijven volks. Ik eet uh, bitterballetjes, boterham. Ik ga zondag bij de café voetballen, uh, voetballen en we uh, echt volks. Ja. Maakt niet uit wat er ontploft. Maar ik denk, ik denk ook, ik denk dat, dat is net je stik. Uh, dat volksen, Want je ja. maakt, maakt van dat volks eigenlijk. Je overdrijft daarin. Je overdrijft het volk en dat is wat, wat je pure comedie maakt. Ja, voilà. maar voor mij, ik, ik heb het gevoel. Soms zeg ik met mijn vriendin: maar Zou je dat wel doen? Maar voor mij mijn grens. Je uh, kan me vergelijken met. Uh, ik heb een motor van een Porsche in mijn hoofd, maar ik heb de uh, remmen van een fiets. <laughs> dat is een goede vergelijking. Dat is een goede vergelijking, ja. Maar ik, ga, ik zal wel nooit mensen uitmaken. Ik zoek de grenzen op, maar. Ik zal geen mensen uitmaken om, om, om views of shine te halen. Dat is, ja dat komt in mij op en ik gooi dat. Maar ik, soms denk ik wel even na, is dat oké? Okay? Maar meestal uh, 99% is dat oké okay voor mij. Ja, maar je hebt, als ik naar de video's kijk, ik niet per se iets controversieel nee, of zo. Toch? Nee, nee, dat probeer ik wel. Allee. Toch je maakt links en rechts wel zo felle ja. grapjes soms. zou wel een platte uitdelen, ja. maar niet een vuist. <laughs> <laughs> Platten zijn beter, hè. dat kun je ja. niet gepakt worden. Kun je je nog stad, sorry ja. zeggen. <laughs> dat is gewoon erg voor de ego. Uh, je hebt nu, afgelopen, af, ik denk afgelopen week, heb je nu, je hebt een video waar je nu op Instagram 140, 140k hebt gehaald. Ja. Uh, die, ik ga eerlijk zeggen, die views en die likes. Ja, blijkbaar is dat heel goed, <laughs> maar uh, ik, ik, uh, ik kijk er eigenlijk niet naar. Het is leuk, het is tof, maar ik uh, probeer toch echt daar niet naar te kijken. Dat is wel goed, want je zit een creatieveling. Ja, uh, je maar... zit Je doet theater, je ja. uh, maakt comedie, je maakt sketches. Ja. Dus. Het uh, is, is goed om je daarop te focussen. Dat is waar, maar die, die, die views. Ik ben niet aan bo, die views. Het is allemaal chic en wel, maar als je, ik, heb, ik wil niet iemand zeggen die nu mooi is, dat er negatief is, maar ik kom van 1988, ik ben <laughs> twee in 2003, 2004 muziek beginnen te maken. Als ik nu een mooie balkon heb, ik doe een bikini aan en je gooit een reel, heb ik op één waar. keer. Dus ik probeer er wel, het is allemaal leuk, maar mm -hmm. ik probeer er wel. Ja. Die views en die likes, dus, uh, dat is relatief. Ja, ja, ja. Maar, je kunt er nu op de dag van vandaag, dat draait alles om, maar, ik, ik, ik probeer er toch niet naar te kijken. Ik vind dat een goede mindset. Ja. Wat probeerden hè? Bikini op balkon? En zo wel wat afsluiten, ja. Ik denk, ik met A-cup ik bal wel. Ja maar. toch? Dus dat is hè. Ik denk dat we dezelfde cup hebben, met. We zullen samen iets opnemen. Ik heb, ik heb een B. <lacht> <lacht> uh, maar je zit van 88, zeg je? Ja, 1988. Dus hoe ooit zit je dan? 88? Ik ben 34. 34. En je zit van 2002 al muziek aan maken. Nee, 2003, 2004. Ooit... Ja. Um, we was op school in Don Bosco zat ik. Houden uh... de Helchter? Nee, in Genk. Een, een, een Genk. Ah, okay, en ja. Dat was een. Een wedstrijdje. Ja, ja. ja uniformes. Maar het dus gaat pop op die school, ja? Dat was fijn. Ja, Bij aan het weekend de Don Bosco Genk, als de school met de mooie meisjes. En Don Bosco Houthalen of helgen gek. De man Ja. Gewoon ja. aan niks. Ja, <laughs> ja nee, dat was uh, schoolidool we hebben ons ooit ingeschreven met een, een hiphopliedje. Ik heb een ja. broer, ik ben van een drieling. Ja, echt? Dri ja, Letterlijk een, een drieling? Ja, die twee zijn uh, één eigen en ik ben apart. Nee, echt, dat een jawel, ik zweer, dat. Is, dat is komedie op zich. Nee, nee, echt een dat is, zwarte schaap. Nee, maar dat is wel echt. Ik ben een zwarte schaap. Zij zijn bijvoorbeeld gaan optreden geven, wat tussen, een, een voorbeeld geven het verschil tussen hun en mij is. We zijn aan een optreden aan gaan. Zijn aan, zij zijn aan het discussiëren over kwantummechanica. Ik ben aan het kijken. <laughs> Als in de Lidl de kip in de, uh, in de promotie is, dus dat is wel een klein beetje een verschil, maar we ballen wel samen. Maar die twee zijn twee totaal andere, dus jij ja, had ons ingeschreven op in de Bosco. Ik kom wel van een muzikale achtergrond, mijn vader was een bassist een beetje. En, uh, ja, bassist? We... Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat, dat ook. Bal niet zo, ja, we waren eens ingeschreven en drek met rappen. We hadden niet die gangster shit. Zo van, eh. En welk jaar was dat? Uh, 2003, 2004. Dat is 50 cent. In, ja, maar toch, wij hadden eerder die. Ja, wij noemden ons vroeger de varkens. We hadden eerder iets anders. En zo is het, Vanaf toen is het eigenlijk. We schreven muziek, wat een grappig liedje. En toen zijn we eigenlijk begonnen. Mm -hmm. En we zijn nooit gestopt. Dat is wel bom. Dus uw groep, FC Caboolet, hè? Ja. Uh, ja daar komt die naam of zo. maar dat is, dat is een, een G en nu twee broers dan of hè? Ja. Ah, en dan ook ja, We hebben met verschillende mensen samengewerkt. Uiteindelijk was er een uh, producer Anton. Mm -hmm. die, zag ja, die zag iets in ons en we hebben toch wel pak, ja, een paar jaar later hebben we alleen gebol, nog met, ja, met kameraden hebben we nog een band gehad. Maar toen is het eigenlijk echt hard geworden. dus hebben ik echt iets ontdekt. Dus die vond... ja we, we zijn samen gegroeid en. Uh, maar onze humor is altijd gebleven in onze muziek. Dat is wel ja. Altijd. Er is nooit, uh... We hebben ook geen grenzen in onze muziek. En zo is het <laughs> eigenlijk begonnen. En Ook in die tijd, in 2003, 2004, schreven we ook zo op school, gaven ze affiches voor een theater mee te doen. En ik schreef me een keer in. En toen heb ik ook uh, Chapo, Rukangirgen, of ik weet niet, Ibi ja. van ja, Spitsboek. Ja, ja. Toen hebben we die ook leren kennen in 2006, onze eerste theaterstuk. En toen is eigenlijk een beetje het theater begonnen. En Zo is muziek en theater ja. samengevloeid. En zijn we nog altijd aan het doen. Dat is wel bom, joh. Ja. Ja. Dus eigenlijk is alles begonnen met muziek. Ja. Op school zelfs. Op Moscow. school. Uh. Maar dat is al twintig jaar bezig. Ja. Dus is een veteraan. Ja, ik ben een veteraan, maar alles nu, nu moet je echt. Je moet, als je nu op mensen gaat, moet je chicke kleren en haar haren en links veunen en dan bolt je. Ja. Dan moet je eigen blijven, dan bolt je het hardst. Van... Ja, maar je is daar een goed voorbeeld van. Je is daar een heel goed voorbeeld van. Ja, ik, ik hoop dat. Ja, ja. ja. Met... Want je hebt echt niks van Shine. Een gij... klein beetje nee, 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 ja. 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 <laughs> ja. Maar ik bedoel, je doet, doet, doet die sletsen aan. Je ja, doet het allemaal... Je ja, doet ja, dat gij gij de, de straat nog wel maar, ja. maar, Die sletsen, wat je zegt... Mensen zien dat <laughs> als een dom filmpje. Maar ik maak, allee, ik maak... Ik speel ook al een heel veel aantal jaren theater en soms... Er dus zijn bepaalde dingen in de vorm van humor wat je moet terug laten komen, de mensen herkenning geven en mensen vinden dat grappig. Kun als je dat drie, vier keer doen dan moet je iets anders doen. Nee. Ja, ik merk dat je veel uh, zo callbacks hebt. Je hebt veel, bijvoorbeeld, uh, was je naar mijn schoenen aan kijken? Ja. Nu ga <laughs> je er <laughs> nog één aflevering doen en dan kappen ze. Ja, echt, dus je werkt echt... Dat ja, is ja. stra strategie, hè? Uh, uh, onbewust is een strategie. Onbewust. Je kunt niet... Je kunt niet blijven met die gele bikini op Instagram schijnen, want na, na de Pas tiende op. keer te zeggen, doe, doe het een rode bikini aan. Pas op. Ja, oké. Okay. Kim Kardashian, die maakt, die maakt elke dag hetzelfde aan. Ik heb even ja, kijken. Maar, maar weet, weet je wat is bij Kim Kardashian? Die, die vol hart. Bij Kim Kardashian, dat zal altijd blijven bollen. Want zij gaat echt... Uh. <laughs> snap je of niet? Ik snap het, ik snap het. <laughs> Je gaat ook, je had ook een, een, een slag zijn, uh, bijvoorbeeld uh, tegel tegen het plafond plekken. Ja, dat is, ja ik kan ik, ik een, een samenwerking met tegeldecor. Ja, ik heb dat gezien. En, uh, Waar de olifant staat. Ja, en dan kom ik binnen en dan. Ik zie die, ik zie die tegel en er, ik, bereid, ik schrijf drie zinnen op. De rest is gewoon improvisatie. Want als ik een theaterstuk heb, de regisseur flippert altijd uit. want als ik iets van buiten moet leren. Is de laatste repetitie ken ik dat pas. En dan ga ik nog verder. Maar als ik iets niet van buiten moet leren, mijn podium zonder tekst, dat bolt het best. Dus alles. Uh, ook als ik ergens binnenkom, ik krijg drie miljoen flitsen van binnen en daar komt één verhaal uit. Nee. Dus alles draait een beetje om de spontaniteit bij mij. Dat vind ik het sterkste middel om iets te laten werken. Heb je dan ook echt een regisseur voor, voor die video's die je maakt? Nee, mijn vriendin is eigenlijk mijn regisseur, maar zij is ook Gratis? Die, <laughs> gratis nee, 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 alles. Ja, nee. Ik, heb, ik heb niet echt een regisseur. Ja, ik werk samen met mensen en ja. ik werk ook samen met regisseurs, maar eigenlijk alles wat je nu tegenwoordig ziet, dus eigenlijk, uh, dat komt van mijn eigen ik van binnen. En dat werkt, hè? Ja, ik, ja ik blijkbaar werkt dat. Blijf maar werken, maar je moet ook werken bij Ford, je moet werken bij Interim, je moet blijven werken. Dat is eigenlijk niet stelvallen. Ja, we Wat nee. ik nog wil zeggen over shine is, kijk, hè, je mag op TikTok, je mag op TV komen, je mag doen wat je wilt, maar van maandag tot vrijdag gaat je werken. Doe gewoon dagpost, fabriek, maakt niet uit. En na je uren doet je fantasie. Maar niet beginnen in één keer met je job te stoppen als je zin in shine. Van maandag tot vrijdag met je schuppen je hand en na je uren doet je gewoon je uw ding. Dat is waar het toch zeker het maar, begin... Maar jij ja, is al twintig jaar. zit. Zit, zit, zit je nog met die schepen in je hand? Ja, nog altijd. Echt? Waarom? Uh, kijk, ja, ofwel uh, maak je een hit en vliegt je één keer, schoon. ofwel, weet je wat? Als je, als je twintig jaar bezig, kijk, we hebben nu bijvoorbeeld uh, ooit in 2010 zijn we gesigned bij um, Universal, waar we ontdekt, hadden we ons ingeschreven bij. Ik weet niet of jullie de Nekernacht kennen. Nee. De nek en is een show van Bart Peters. Mm. En al uw muziek maakt niet uit, dan maak je carnaval, hip-hop of alles moet akoestisch. Mm -hmm. En toen waren we naar de halve finale geraakt en toevallig zat de management van um, het Hof van Commerce in de jury. En die zeiden: van, Kijk mannen, ofwel ga je naar de finale met jullie liedje, ofwel tekent je een contract bij Universal voor uh, een aantal jaar en uh, krijg je optredens in de AB. Kijk, een mooie foto ik... Dus we hebben toen die weg uitgegaan. Maar hoezo? Ja? Dus zij hebben letterlijk de, de, de spelregels beïnvloed dan? Nee. Want je kon niet tot de finale geraken Jawel. en dat. De... Jawel, we hadden de vrije keuze. Ofwel gaan we door naar de finale, mm -hmm. ofwel stopten we in de halve finale, gaan we niet naar de finale. En tekende een contract bij Universal. En kreeg je een uh, voorprogramma bij het Hof van Commerce. Maar ik moet wel zeggen, die mensen zijn wel hun woord nagekomen. We hebben heel mooie tijden beleefd. Maar dat vind maar ik wel gek, ja? Als je, als je, als je, da, als je was doorgegaan naar de finale, als je had gekozen van nee, nee ik wil ja. nog naar de finale. dan viel die deal met Universal weg. Of ja, dan viel die deal weg. Maar ik vind wel, als jij iets maakt, als jij een middel maakt dat werkt. dan zal er wel iemand anders uit de bus komen. Dat heb ik wel gelijk. Niet dat het een fout is om te signen bij Universal vroeger. Maar eigenlijk, als je iets maakt en er komt nationale uh, interesse, uh -huh. moet je er voor jezelf houden. Uh -huh. Niet om negatief te zijn, uh -huh. maar uiteindelijk... Je hebt een hit, je hebt iets te pakken. Melk je ja, uit. Ze wringen een beetje uit en dan zit je op je eigen. Dus uiteindelijk... Het, het, ik zou bijvoorbeeld nu niet meer zo snel iets tekenen. Uh -huh. Waarom? Want, ja, uiteindelijk, je maakt iets wat nationaal echt ontploft. Hè? Maar eigenlijk moet je er voor jezelf houden. Ik denk dat uh -huh. veel mensen zo de gedachte hebben dat zo van Tot dat punt dat die gesigned kunnen worden, werken die hard. En dan daarna komt er zo'n major. En dan denken die: Oké, okay, nu, nu, nu kan ik de verantwoordelijkheid een beetje afschuiven. Gaan die me helpen? Terwijl eigenlijk zijn die, zoals je zegt, gewoon het idee waar je bekend mee zit geraakt, aan het uitwringen. Wat zelfs een... negatief kan zijn voor u. Ja, maar alles is heel goed georganiseerd. Het is heel leuk. Maar uiteindelijk wil je dat beter bij jezelf houden. En je kunt beter tegen je AB zeggen waar je tien jaar met chillt, IG. Wat ga je met e-mails doen? Of ja, ja. dat je beter je kameraden gebruikt ja. voor. Het is niet dat dat negatief is, maar ik wil maar zeggen, like, we hebben België talent ooit gedaan. En dat was ook ontploft. Mm -hmm. Maar ik wil niet zeggen dat je op tv komt. Dat dat, allee, voor mij persoonlijk ja. dat dat het is. Mm -hmm. Weet je, als ik moet optreden in de kerk in Jakkenbroek. Of ik moet uh, spelen in een caféploeg in Diepenbeek met mijn ploeg in Weijer... Voor mij is dat Champions League en de kerk van Jakenbroek <laughs> is ook werker voor mij. Dus je moet elke optreden aannemen alsof dat werkter is. Ja, ja, daar kwam je akkoord. Ja, dat daar is een goed En dat is een beetje mijn. Uh, dat is een beetje mijn visie op alles ook. Ja, ja. Maar dat is een beetje dat, dat idee van fake it to you make it. Hè. Nee, maar uh. even terug, kijk, ik voel me vies volwassen nu. Kom ik volwassen over? Ja, ik zo van wel. Nee. Nee. Waarom? Omdat je, moet is je vijf minuten lang een normale volgde <laughs> heb je gewoon normaal gepraat. Nee, sch schat, je hebt gezien, hè? Ik kan. <laughs> hetzelfde verwachten. Goede nee, nee. regisseur, thuis. Goede regisseur. <laughs> nee, maar ik wil maar zeggen, daar blijf ik wel bij. Al heb je optreden onder de kerk van Shakerbroek of als staat op Pukkelpop, doe die optreden met de energie alsof je op Pukkelpop staat. Ja, ik denk, dus... zo, zo geraak ik ook op Pukkelpop, ja. denk ik, met die ja. gedachte. Ja, en... fijn, fijn. Is ook. Maar er zijn natuurlijk een aantal artiesten die, uh, nu gemerkt hebben dat met, met bijvoorbeeld TikTok en zo, dat is uh, een beetje instant gratification. Je post één, zoals je zegt, me meisje op met de bikini op, de op het balkon, die kan in één keer 400k ja. views krijgen, ja. gewoon omdat die letterlijk... Op het balkon staan in een bikini. Ja. Of iemand die bijvoorbeeld een TikTok plaatst, een beetje naar links en rechts, kijkt, naar boven, kan in één keer 2 miljoen views pakken. Ja, maar dat is de volharding daarachter. We mogen 2 miljoen views pakken. Maar het is leuk als je die 2 miljoen views pakt, als je dat je er heel hard voor gewerkt hebt. Dat vind ik... Op lange termijn denk ik ja. ook dat dat beter is. Ja, dat is zo. Als je hoog gaat, kun je ook snel vallen. Maar bij mij is het altijd zo gegaan. Ik... Maar dat is omdat je ook constant hard bent aan het werken. Je hebt gezegd, ik heb aan ja. België's Cotel meegedaan, ik heb in 2010. Ik heb letterlijk een hele. Je ja, hebben een hele uh, jarenplan ja. gehad, he, waar, je, ja, waar je die hoogtes hebt gehad allemaal. Mm. Die hoogtes, maar alles, ik blijf er bij hard waar, alles is op een spontane manier gekomen. Ik wil maar zeggen, ja, we, we, zijn, hoe ik schrijf, we zijn niet bewust, want mensen zeggen, hey, die, uh, die, die gillen daar met hun liedjes. En uiteindelijk, ja, en ploft dat, joh. En, mm. uh, het, is, het is voor iedereen die ermee bezig is, als je naar de fitness gaat en je blokjes hebben, je kunt een spuit zetten he, in je arm, zo'n kast. Of we kunnen een jaar op je eten letten en daar hard voor werken. Dan duurt dat langer. Ja, dat is waar. Nu, we zijn niet de tafel om uh, over dat onderwerp te spreken. <tiedacht> nee, oh. vooral, maar ik, ik doe, uh, een, uh, doe drie keer per week één dag uh, borst, rug, kuiten, schouders. <tiedacht> Waarom moet je dat meestal zien? Ja, maar ik, ik, ik ben ook fitnesscoach. Wie <tiedacht> <tiedacht> coach je dan? Dat me af. <tiedacht> nee, ik, okay, ik ben fitnesscoach, Ik heb mijn eigen bedrijf opstarten en die noemt uh, Bodypump. <laughs> Kijk, acht 8 9 liter water en een wortel. Vier weken lang, gehoord, zware kast. <laughs> Arnold! <laughs> uh. Je maakt op je Instagram die sketches. Hè? Die, ja. maak de, hoe, hoe gaat je, als je zo'n video maakt, hè, hoe ga je te werk? Hoe ga ik te werk? Eerst en vooral, dat is op mij afgekomen hoe ga ik te werk? Eerst was ik aan het denken, zei die filmpjes zelfs komt de is op mij af. Wat heb ik gedaan? Ik werk voor een. Dat is wel iets heel leuks voor ook beginnende artiesten, wil ik zeggen. Uh, dat noemt Amplo. Dat is oh. eigenlijk een interim. En die regelen verschillende reclameopdrachten. Het maakt niet uit welke opdrachten. Zij regelen u dat. Het in, interim procent. uw belastingen gaan er vanaf. Dus uh, als er een opdracht binnenkomt bij gelijk die reclamefilmpjes, dan doe je, doe je dat via hun. Dat veel, hè? Ja. alles bijna. Je hebt ja. bijna alles geschreven. Alles gesponsord bij u, hè? Uh, ja. Dus zij doen dat dan allemaal voor u? Ja, zij doen dat allemaal voor u. En uh, dat is fijn dat je in orde bent. Want sommige beginnende influencers die zo van die opdrachten krijgen, ja, je doet dat maar. Maar je moet echt oppassen, want als ze je... zijn aan het goede, uh -huh. de fiscus die komt direct bij je uh, aan de deur kloppen. Dus je moet er wel zorgen dat je in orde hebt. En hoe ga ik te werk? Dus ze sturen via Instagram of wat? Ik stuur gewoon een e-mail. Ze boeken mee. En ik doe het allemaal via mijn interim. En uh, hoe ik te werk ga, is. Voor mezelf bijvoorbeeld tegeldecor of mm. die makelaar. Voor mezelf bedenk ik. Um, Vies goed trouwens, ja, de visgoed. Ja. Dus ook... <laughs> Zit je de makelaar, Dus ik kom daar aan. Ik zeg: mee, We kunnen misschien iets Maar Ja, dat komt. Ik weet niet hoe dat komt. Dat komt spontaan. Mm. Dat komt spontaan gewoon mee op. Uh, en ik schrijf een paar dingen op wat ik wil doen. En de rest komt vanzelf. Dus ja, hoe of waar ik dat doe. Ik heb die klant, zeg ja, Hoe gaan we dat doen? Ik zei: Hou oh, gewoon in man. mond. Ik het Maar uh, ik moet toch wel zeggen: Ja, ik weet niet. Dus een beetje, voor mij is het een beetje moeilijk om uit te leggen waarom. Voor, voor mij lijkt dat ja, als normaal eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat komt vanzelf. Maar dat, dat, vind ik, dat vind ik net chicker. Ja. Is dat iets wat je ook toepast in je theater? Uh, nee, je dat, nee, nee, mijn theater <laughs> krijg je een bordel. Waarom? <laughs> <laughs> weet je wat, het, uh, weet je wat het heel fijn is bij het theater? soms? Wij zijn nu ook aan het praten. Huh? Je, je leert je tekst van buiten. Maar de kunst bij theater is, vind ik, je moet eens actief luisteren naar je tegenpersoon. En niet luisteren naar wat je van buiten hebt geleerd. Ja, en daarop ja. antwoorden. Maar het is wel waarom moet je op theater je tekst leren? Die mensen... Zijn, niet iedereen is gekrijgd. Dus die mensen die, die leren een tekst van buiten. Gij bent één keer aan het improviseren. Ja. Dat je niet meer. Oh. Ik had ooit een theaterstuk met, uh, ja, met Chapo. Geuk en Girinal. Mm -hmm. En wat was er gebeurd? We hadden een Griekse mythologie, heel serieus. En uh, wat gebeurt er? We leggen dood. Hmm. We leggen dood de we komen terug recht. Maar dat was niet bij de planning. Hè? En Geuk zegt tegen mij: maar gaat toch knikken, knikken. Ja, Dat mocht je niet doen. <laughs> op theater moet je een klein beetje je tekst, toch houden ook. En je zit een team bezig. Misschien uh, iemand anders naait misschien. Met ja, u, bla, met die improvisatie, daarna. Jij die... gij voelt de fijner en die andere gaat zo. <laughs> ja, ja. <laughs> Als hij niet weet hoe die er moet op antwoorden. Dus ja, ja. Maar op, op, op theatervlak vind ik. Ik vind dat moeilijk om een tekst van buiten te leren. Mm. Voor mij is dat heel moeilijk. En uh, improviseren gaat voor mij blijkbaar gemakkelijk. Maar oh, wat is dan het fijnste tussen al die dingen? Dus je, je doet aan muziek, je doet aan theater en je doet aan social media content creation. Of ja. is ook dat je het fijnste vindt? Wat ik het fijnste vind, ik ben uh, toen met die parketplank. Ik word nu vaak gehuurd met die, op feestjes met die parketplank. En ik nee, dus in die nou, hand komen. Ja, nee, ik kom binnen. Maakt niet uit, die parketplank drie meter. Ik kom er binnen. Fijn, oh, het okay. fijnste wat ik eraan vind is... Je vraagt, gewoon een, je vraagt niet iemand, je vraagt je kameraad mee om mee te komen. Je Kijk, hey, ik heb een kameraad Peter hmm. Bruinings. Die heeft me binnengereden in een theaterstuk. En dat balt heel goed met hem. En wat fijn is aan die mannen, als je, als je iets doet samen, je moet niet te veel zeggen. Zegt, Gee, er is een feestje, en we worden gehuurd. Kom gewoon mee. Ik ben 1,60 meter, 60, jij bent 2,80 meter. 80, <laughs> ik ga gewoon net een muilen tegen Dat vind ik het fijn. Eerlijk, die, die feestjes vind ik het fijn. Dus gewoon die parketplangen. En voor de rest doe nix, je gewoon Niks voorbereid. Dat is toch een flip? Dat, dat dus, niet niet hoorde, dus je wordt echt geboekt op feestjes, gewoon om daar te staan lullen. Ja, maar... Dat is Ja, meneer pas op. Ik, ik doe dat wel professioneel, weet je. <laughs> je kostuum aan als je gaat. Nee, nee, ik heb meestal wat ik wel doe, is op die feestjes ik doe schoenen aan. Van ma ik vraag mijn schoenen van mijn kameraden, die doen mijn schoenmaat arm vijftig. Letterlijk en vijftig. En gewoon met kostuum, armani en nog... Maar die fijn parket, dat was echt een beloofd en die feestjes. Boem, voor je komt daar binnen in die parketpark. Mensen kijken nu. Ik zie mijn kamerad zo onwennig. Par en die hier komen. Echt waar. zo awkward. Vol, vol, vol pakken binnen. Echt waar. De spontaniteit werkt het fijnste voor mij. Ja, ja, Snap ik wel. We hebben hetzelfde hier. Hè? Dat is waar. We bereiden het vies weinig voor. Hè? Belachelijk ja, ja. weinig. Ja, dat is waar. Maar ik denk, ja, van daaruit komen ook de leukste conversaties. Voilà. Want dan kun je uitweiden als je echt gaat vasthouden. Nu, we houden ons een klein beetje vast aan punten. Natuurlijk, je kunt niet altijd. Van aflevering tot aflevering ja, af. Maar voilà. als je zo'n politieker hebt of zo, die gooit je onder tafel. Als je, als je van niks weet, hè, snap je? Zwaar. Dan, uh, dan, dan is dat jij zo. Dat <laughs> dat je van niks weet, je weet gewoon minder als hem. Ja, ja. Ja, dat is waar, en het is ook niet precies dat je dat niet weet, je moet er gewoon nog achter zoeken. Nog. Ja, <laughs> dat hij, zit in je hoofd, maar dat is geen present hij, information. Hij of zij die, die weet waar hij over spreekt, hè. die heeft thuis voor de spiegel geoefend, bij wijze ja. van spreken. Snap je? En dan kom je naar hier, en dan moeten wij nog letterlijk het idee processen, ja. nadenken wat we ervan vinden, en dan moet je nog met een antwoord komen. Gewoon antwoorden wat je zelf denkt en proberen... Ik ga... ik het zo benoemd Kijk, stel je voor, je kunt een pamper met stront afgeven, en ook geen ruzie krijgen. Het is niet wat it Is dat zo? Het is niet wat. Het is wat je daarmee doet, joh, ah, ja. Hey, wat kun je doen met de papa met stroom? <laughs> me <laughs> kun je die pampen met strand zo afgeven? Ja. Zo, of kun je zeggen: die die pampen met strand is voor u. Weet je, is moeilijk gaat vroeger. Dit dat heeft die strand je weet. Ja, dat is waar. Ik denk, op die manier gaat je geen scenario's die krijgen. Je gaat wel raar kijken, maar je moet beleefd blijven. Dat is waar. Je gaat niet denken dat <laughs> de de <laughs> <laughs> voilà, je een jongen. Ik ga een scheel Maar vandaag heb je wel rust bereikt. Dan. Dat is waar. <laughs> als, je nog, als je nog een lachje kunt uitlokken, dat is, ook, dat is ook mooi. Voilà. Dat is waar. Heb, heb, heb je dat ooit gedaan? Iemand is pamper met strand afgegeven? Nee, nee, dat dan nee. niet. Wat niet. Was, was het meest fucked up ding wat heb je gedaan met iemand? Het Want je, lijkt me wel, je lijkt me wel zo iemand Kijk, die fucked up denkt te ja, de mensen. Zeker ja. van 88. <laughs> ja. snap, je hebt sowieso al iets onder je belt. Als je tegen mij zegt, G, niet doen, ik doe dat. Ik heb een kamerad, <laughs> nogmaals, die Peter, die zegt tegen mij, G, ik kan echt niet tegen kaka. Ik zeg, is goed, waar we, we werken samen. Ik, hij heeft me binnengereden op theater, ik heb die hem op mijn werk. Waar werk je? Uh, op de universiteit in Hasselt. Klusjesman. Oké, oh, okay, bom. Jij ja. bent een handige. Ik, eh, dat zou ik niet zeggen. <laughs> ik, ik ben eerder onderhoud. <laughs> ja, maar, eh, je houdt jezelf onder. <laughs> hij was op dak en ik zie, hij was plinten aan het dak en hij, hij kan niet tegen kaka. En ik, zie, ik zie echt gewoon ja, kaka op de grond en ik stik die plinten en ik die, die erboven. En hij was uit en flippen, en dat, Die dingen vind ik grappig. je hij mij zegt niet doen. Peter, die moest die plant vastpakken normaal of Die plant die moet die vastpakken. Mij word er afgekruip om me afpeteren. <lacht> 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 wat wat doet je dan? Wat doet je dan aan de universiteit als klusjesman? Ja, in. kijk, ik ga wel in mijn uh, voorgeschieden... Ik heb eigenlijk ook jeugd en gehandicaptenzorg gestudeerd, mm -hmm. hè? Zo voor mensen een beperking. Maar wat was het een beetje bij mij? Ik kom bij mensen met autisme en ADD en verschillende ja, verschillende problematieken. En uh, ik kan die die, die kinderen, die jongens, die mannen wel iets bij me en Ik zou die wel blij kunnen maken. Maar als ze thuiskomen, zijn die nog meer opgejaagd dan mij. Mm. Dus in die dingen, ik heb dat afgemaakt. Maar ik ben toch een, voor op, uh, op zakelijk vlak. Mijn job moet iets gewoon zijn. Ik moet niet te veel dingen in mijn hoofd hebben. Yeah. Dus ik moet, moet al veel denken na je, na je uren. Ja, maar nee, voilà. Maar ik ben wel heel, heel gelukkig op de job wat ik nu heb. Gewoon fijn, simpel. Kun je ding doen. Voilà. Ik heb de sleutel, als je het niet vergeet. Gewoon <laughs> <Ja. lacht> aan het vertellen voor het we aan het opnemen, dat je vaak je spullen verliest. Ja, dat heb ik ook wel. Ik gelijk uh, ik, 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 nu pas woensdag, ik ga op, op, op um, Overtime in de Ipanema, ik verlies mijn portefeuille. Of wel, over vijf minuten moet ik vertrek ik ben alles aan het zoeken. niet-toestanden dus gebeuren. Ik ben heel chaotisch uh, wel. Ja, ja, ja. Kijk, de meeste mensen gaan zo naar de finish, ik ga zo, maar ik ga ook naar de finish. En je nog een salto bij je ook. Voilà. <laughs> en, en stijl. <laughs> voilà. Heb je kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Ik ben wel aan bommen nu. Ik wil wel ooit kinderen, maar ik ben zelf nog een kind. Dus nee, nee. Ik wil wel ooit kinderen, maar piano, piano. <laughs> ik denk, uh, je gaat specimens maken, man. Wat er bij je gaat uitkomen, er gaat iets, er gaat iets speciaals uitkomen. <laughs> <laughs> Hoe het eruit komt, die komt, die komt, en... En de rest <laughs> regelen we. Zeker. Is... Hey, heb je buiten je theater en zo, hè, heb je uh, acteur-aspiraties? Echt dan bijvoorbeeld, zoals we, we zeiden van uh, Gukan Girgeno, die heeft meegedaan aan een, uh, een serie, uh, Ja. Ik denk dat hij ook op Netflix is geweest ja, bij ja. Undercover en ik weet niet wat. Um, goh, als ik, ik heb wel programma's meegedaan of een kort wil maar op dit moment is er nog niet van gekomen. De mensen, de mensen hebben schrik, denk ik. <laughs> ja, op dit moment is er nog niet van gekomen. Er is wel heel veel op me afgekomen. Wat ik wel merk, is toch dat... Ja, dat begint zo, gelijk... Um, Luca Brissel, uh, die ah, ja. voetbalcultuur, Tom Boonen... Nee, ja. um, Echt? Ja, van die toestanden. Hoe, sorry, ik vergeet ze, Hoe heet die ene kok? Groen Meus. Mm. Dus ik merk ah, erop, meen, Ja, dat zijn al, dat zijn ja. al dikke namen die je ja. hebt ja. Drie dat, dikke namen. Dat vind ik al heel waardig als... Uh, als je moet gaan spelen in een, uh, in een bekende film. Dat zou wel leuk zijn, misschien komt het op mij af, maar ik verwacht dat niet. Ik zeg nogmaals: al maak ik een TikTok voor tegeldecor voor maken, dat is evenredig als ik moet spelen in een, een film als acteur die op VTM komt. Want het enige wat er gebeurt is, je krijgt voor het grote publiek: Wauw, Ay, die komt op TV. Maar ja. uiteindelijk. Je, je, hebt moet ermee, je, je moet gewoon een andere platform eigenlijk. Ja, je moet daarmee oppassen. Dat is fijn, maar je doet dat. En op één keer komt er een hele. Dingen op je af. Je moet er heel bewust van zijn wat je wat doet. Ja, dat is waar. En ook, en ook niet vliegen. Hè? Nee. Dat is belangrijk. Ik denk dat je in je sector ook veel mensen ziet, ziet vliegen. Door de weken wandelen de week ik ga vliegen. <laughs> <laughs> want, ja. uh, want zeker als je, als je zo'n reactie krijgt, als je ziet in één keer Jeroen Meus die begint ja. te volgen, Tom Bonen begint te volgen, dan, en, en je hebt al meegemaakt, je hebt op pukkelpop gespeeld, ja. heb je mensen gezien in je sector waarmee je bijvoorbeeld nu minder contact hebt dan vroeger, omdat die zo'n paar... Uh, goh, ik heb dat niet zo meegemaakt, maar ik weet ook wat je wilt zeggen. Je moet daarmee oppassen. Als je zo heel veel views hebt, maar er komen zo dingen op je af. Het belangrijkste is een tip die je aan iedereen wil geven: Maakt niet uit waar je staat, welke, wat je krijgt. Probeer altijd je eigen te blijven en niet te vliegen. Want het is, pas op de mensen die een nek krijgen, om het maar zo te zeggen. Ik neem dat niet kwalijk. Want je moet dus, stel je voor, je, je doet iets en je middel werkt en er komt in één keer allemaal op je af. Probeer maar eens als persoon daarmee gewoon normaal om te gaan. Je wordt op straat aangesproken, mensen willen de hele tijd foto's. Het is niet... Het is, ik kan er wel mee omgaan, maar het is niet gemakkelijk om ermee om te gaan. En ik, ik, ik kan er wel inkomen dat mensen wel gaan vliegen daarom. Mm. Ja, dus ik, ik, ja. ik, ik, neem, ik vertel ook niet kwalijk, dat is ook normaal. Want mensen zeggen rap, hey dikke nek. Ik ga heel eerlijk zijn. Mensen denken echt dat ik flappen heb. <laughs> maar weet je wat ik heb? Ik heb stenen. <laughs> ik heb steen. Dat is wel. Dus je ziet, je legt uh, die filmpjes van een makelaar. Mm. Dat is nu een uh, Tesla van die makelaar zelf. Met mensen. Dikke Tesla Model X. Ja, dan je. maar die deur die moet ja. gemaakt worden. Die gaat <laughs> er Dus ik wil maar zeggen: op, op social media is het heel rap dat je. Mensen denken: ho, die denken eigenlijk dat je flappen hebt. Dat wel. Dus, en dat is wel niet zo. Je, je, je kunt er wel iets uithalen, maar mensen denken echt dat je een mensen hebt. En dat daar heb ik wel de indruk. Mensen mm. denken echt dat jij. Was dat man? Hè? Ja, <laughs> een paar hopelijk, filmpjes. Hopelijk komt dat wel ooit, maar dat kan wel eens zijn. Maar dat is wel ook nog iets van sociale media. Mensen mm. denken dan echt dat je... Ik weet niet. Maar uiteindelijk, ik heb van maandag tot veilig werken en af en toe. Dat is ook wel nog zoiets. Nee. Dus, maar je moet oppassen dat je niet gaat vliegen. Maar pas op, die vraag is wel van u toch? Ik, die Ferrari is ik, wel van u hè? He? Die van mijn neefje. Crozito, dank u. <laughs> die heeft u die gegund. <laughs> maar ik heb al nieuwe schoenen kunnen kopen met die Ferrari. Voor is Luca Brizla heeft pas een Ferrari gekocht. Ja, ne? dat wel. En zo naar Luca? Ik heb die uitgenodigd. Uh, ik, ik heb die niet geantwoord. Hé, hey, Luca, l luister. Ik, die is, maar die is in Dubai nu, denk ik. Op mij antwoordt hij wel. Luca, kom eens <laughs> aan die man hier, weet je? Je moet, toen je klein was... Je moet klein blijven, zo word je veel groter. Ik ben 1,65 meter, 60, ik weet wat ik. Dat is niet wat ik Ping-pong. <laughs> nee, nee. Ping pong met een stok. En hey, Luca Brissal, begin eens te komen hier. Oh, wel... wacht op je, wacht op je. Dat is chic, dat, dat is iemand van hier, die is. Uh, ja, letterlijk, dat is heel chic. Die uh, heeft een wereldtitel veroverd. Ja, denk. maar ik vind dat ook wel, heeft ook wel het uiterlijk om <laughs> volks te blijven, vind ik. Hoewel ja, stapt hij ja. dit is een Ferrari. Je weet, jongens, van hier. Dat is waar. Ja, ja. Dat is, dat is, Vindt, ik, weet je wat ik ook apprecieer? Zo, die luisteren naar, naar hip-hop en zo. Ja, ja. En live, die, die, die verbergt het niet. Of ze kent je dat? Lust naar ah, dat, ja, dat, ja, is ja. naar naar ja, dus ja. een van de favoriete uh, hip hop -artiesten ja. is uh, Stickstop, bijvoorbeeld. Op, ja, dat is ja. ja. een wereldkampioen snoeker. Maar ja, voilà. daar waar snoeker zo'n soort van klasse is. Ja, Heb je ja. niet gezien? Ik, zeg, ik kom van een cafésport en ik stap uit een Ferrari. Ja. Eigenlijk is dat toch fijn? Dat is, dat is heel dik. Ja. Maar weet dus je wat ook, ja. ook fijn vind? Kijk, Dik heeft hier ook gezeten. En mm. daarom. Ja, da dan wil ik wel shine, sorry. <laughs> ja, dat is waar, Dik was ook hier. Gelijk waar. aan, nog iets zo. Hij heeft ook eens zo een geliked of gereageerd. Dus daar haal ik wel echt mijn dingen uit. Niet van te vliegen. Maar als er iets chique's gebeurt, ook al kom op tv, Hollywood... Uh, probeer dat op je eigen te pakken. Dat is iets leuks voor jezelf. Maar ga niet shine maar ga Nee, dat is, dat is eigenlijk... <laughs> Maar dat is, dat is die erkenning gewoon. Dat is ja. bom, hè. Ik Zeker word... van je peers. Ja, je wordt recognized door andere mensen die het hebben ja. gemaakt. Basically. Ja, en die ook die, die creatieve uitlaat hebben ja. Ja. of die een talent hebben. Bijvoorbeeld al die mensen, Tom Boonen, Jeroen Meus, voilà. Dicke... Uh, hebben allemaal talent hè, op hun een, op een eigen manier. Ja, voilà. En als die dan... Als zij dan het hebben gemaakt met hun talent en dan uw erkenning geven voor wat jij vindt dat uw talent is... Daar haal ik, ik mijn vertrouwen uit, maar je moet dat, voor, je moet dat toenemen, maar niet, ja, ja, ja. niet, niet je hemmetje open tot hier daarna. Ja. <laughs> dat is eigenlijk een ibiza zit, toch? Voilà, dat mag dat wel, hè? Ik heb vast een relatie gehad. Hoe lang zit het wel samen? God, uh, ik ben nu bijna vijf jaar samen. Sinds dus wanneer gewoon je dat gespeeld? Proficiat. Maar ja, er is even een pauze geweest. Waarom? FIFA, ik was hier verpleegd om te spelen, ik heb die kloppen te... Nee, ik ben nu FIFA, zijn <laughs> zijn aan het bouwen. Fijn. <laughs> Proficiat. Wat vindt zij van... van uh want je zegt dat je wordt aangesproken op straat en zo. Zij kan daar eigenlijk, heel goed mee om. Als ik een Italiaanse meisje, die was daar laag uit. Dat is waar. Maar dat is een, Italiaanse meisje. Je slaapt meteen nog open, Nee, maar zij is op dat gebied wel, hoog. ja. Ja, ik vind want soms kijk, je wilt en kijk een meisje van een foto. Hey, kom even zitten. Ga er even mee En op een gegeven moment zitten allemaal er allemaal meisjes. En eigenlijk ja, fijn, dat is chill, maar. Voor u wel. Je ja, moet, moet, ja, moet er toch mee opletten, vind ik. Ja, okay. En moet die verantwoordelijk gedragen. Dat kan makkelijk ik, verkeerd overkomen, gewoon. Hè. Verantwoordelijkheid, dat is, daar is mijn vriendin, is mijn regisseur. Verantwoordelijkheid en remmen, dat heb ik niet. <laughs> Het is goed dat je dat beseft, wel. Ja, maar ook al besef ik dan nog gek soms. Hoe ik mijn rem eindu, ik vlieg nog uit de bocht. En dan is die meisje daar als vangrail. Nee? Voilà. <laughs> maar ja. aan de andere kant is dat eigenlijk ook iets chics, hè? Dat chic. Ja, nee, natuurlijk. Je op de straat en dat, ja. je, dat mensen. Je mocht dan vangen niet. Ja. Maar vooral niet, ja, je blijf niet, ja. niet vliegen. Niet ja. vliegen, en dat is het belangrijkste. Dat ook is echt als belangrijk. bood, als er, uh, Ook als er bood, zeker op kleine kinderen, weet je, of, of op kinderen, of op jongeren, nog zoiets, gelijk gevraagd van. Op TikTok bijvoorbeeld. Ik ga eerlijk zijn. Ik zeg nu: dat je, je kunt live gaan. Als je live gaat een week lang, pak twee uurtjes lang. Je kunt echt heel veel centjes verdienen. Mm. Maar ik, ik wil dat niet. Wat ik ja. dan wel wil doen nu, binnenkort ben ik voor, Kom op tegen kanker voor kinderen. Uh, ben ik uitgenodigd als eregast. Wat ga ik dan wel doen? Ik ga wel bijvoorbeeld 24 uur li live op TikTok. Nee. En ik, ik kan dat wel. Maar je kunt op TikTok, dat is wel iets gevaar. Je kunt heel veel geld verdienen. Ik mm. heb 50.000 volgers. Je doet spelletjes. En die kinderen flappen uit, die vinden dat cool. Maar dat is iets, ik ga wel eerlijk zijn: het, is wel, het ligt wel dicht, want je kunt heel veel geld verdienen, maar dat is iets wat ik niet doe. Omdat, omdat je dat niet juist vindt om van kinderen geld te pakken dan? Ja, of... je, kunt zo, ja je kunt dus even live gaan, ook al sturen die wat, uh, uh, hoe heet dat, coins of ik weet het niet hoe. Ja. Maar ga er, ja, ik vind iedereen die dat doet, zijn eigen zaak, maar ik vind het niet doen. Nee, maar, maar je kunt echt, maar ik zeg je eerlijk, je kunt flappen maken. <laughs> en hoe, waarom zeg je dat? Hoe weet je dat? Uh, waarom? Omdat ik ga, uh, ik heb dat eens ondervonden. Uh, mijn meester is keer mijn haar gaan knippen toen ik zo pas was dan ik en, dan plop. en ik en plof. Ik Je zit 10 minuten live, je hebt dertig euro. Uh. Allee, en dat dus, dus, dus is. volgen nu live. Elke keer, <laughs> elke podcast, <plop kan laughs> Ken de rally? Oh, dat is een <laughs> nee, maar, maar, maar nee, maar iedereen die dat doet. Ik keur dat niet af, maar voor mij persoonlijk. Ja, ik begrijp, ik begrijp dat. De... Ja, liever een foto trekken. Like nu ook bijvoorbeeld, ze kunnen, ze kunnen mij boeken. Mm. Maar als iemand vraagt, hey, uh, uh, mijn zoon is fan. Dat is stik tijdend, kunt je komen. Ja, ik vind, je kunt daar je, ja, je niks mee. Ik vind dat zijn kinderen, en die mm. zijn nu vier, ga naar daar, geeft hij de high five en maakt hij blij. Yeah. Dus ik wel... Wat had je nu zeggen dat is 150 euro alsjeblieft. Nee, ik nee, vraag gewoon: luister, geef me een lasagne en een duvel. Nee, dus, maar pas op, langs de ene kant is niet gemakkelijk, want je krijgt heel veel aanvragen. Je kunt dat niet doen. Ja, ja. Ook, voor, ook voor bijvoorbeeld, ik doe bijvoorbeeld, ik probeer één keer per jaar iets voor een kansarme doel, of maakt niet uit of ik op tegen kanker. Maar je kunt het niet blijven doen. Mensen vragen wel heel veel. Eigenlijk. En als je dat niet doet, is het grap negatief. Maar hmm. ik krijg soms, ja, ik krijg toch, pak ik drie, vier. ...berichten krijgen of opdrachten per dag. Ja, dus is het is je... ook zo ben dat je altijd Jezus moet gaan uithangen. Ja, dus, dus, dat gaat niet. Dat houdt je niet vol ook niet. Hè? Je moet een beetje pick ja, and choose. Hè? Want nu krijg je heel veel opdrachten die je reclame wordt. Ik, 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 ik heb het gevoel dat ik hier mijn grens is. Want ja, je kunt er veel centjes mee verdienen... ...maar als je, als je intentie geld is, ga je een pak rammel krijgen. Ja, ja mensen ik, zien dat ook. en Mensen merken dat. Hè? Ja, je kunt, nu heb ik het zo'n beetje op reclamegebied... Voor mij is het leuk, want ik maak iets helpt de klant verder. Maar voor mij, ik ben muziek en theater. En dat is een beetje mijn doel. En nu heb ik ook met de klanten waarmee ik werk, dat is nu, zijn nu ook eigenlijk vrienden geworden. Mm. En dat is nu een beetje wel mijn. Want dat is ook iets, ja. Je moet opletten dat het geld je intentie niet wordt. Dat is ook een Het vuur aan drop, hè. Dat zijn allemaal. Yeah. Zeker in contentcreatie, dat is een vies belangrijke tips Wanneer je iets hebt. Uh, of, of werk hard voor alles wat je doet, ook al is dat klein, ook ja. al is dat groot. Wanneer je iets hebt, niet vliegen. En laat je intentie niet geld zijn. Maar gelijk bij YouTube. Ik heb het gevoel. Bijvoorbeeld... Awesome ja, pardon, ja. ja maar... <laughs> pas op. Zeg maar bij YouTube is wel iets fijn. Weet je? Bij, bij YouTube, ik kon nu ook daar een podcast open. Als dat bolt, ja, je wordt betaald door YouTube. Ja. Dat is iets anders. Het is ja. wel leuk dat je uit je streams geld kunt halen, maar zo TikTok en zo blijft blijf er van weg. Ga live bij die kinderen. Hé, hey, hey. Daarna, als ik 50 uur heb, ik geef ik aan mijn moeder dat die schoenen kan gaan kopen. <laughs> dat is wel, Of pantoffels. Dat is een goede bezigheid. Maar die, uh, dus die, die interimbureau, of die interimkantoor waar ja. je mee samenwerkt, die, 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 die laat je vol dan af. Wat blijft? Hoeveel, hoeveel, op, hoeveel opdrachten krijg je zo? Ja, nu, uh, uh, goh, pak dat ik. Ik heb elke, uh, elke week één opdracht, sorry. Want ik moet mijn ADD, als ik tien opdracht heb, gaat nee, niet. Ik, ik heb <laughs> voor mijn eigen grens gesteld. Eén opdracht per week, gestuurd aan de interim door. Maar luister, als je dat initiële wil doen, mijn ja, je, je krijgt nog minder dan de helft. Dus dat is ook ja. nog wel iets, je moet dat maken. Maar aan de ene kant kun je het er fijn zijn. Ga gewoon van maandag tot vrijdag werken en na je uren. Maar toch, ja, het, is wel, het is nu het is fijn, het is allemaal goed in orde. Maar de klant moet ook weten. Als jij 100 euro factureren, mm -hmm. ja, krijg je, je 35 euro. Ja, ja. Ja, ja, ja. Allee, dat is niet erg, maar ik kon wel zeggen: het is toch mensen denken van heu, nee hoor, ey, je moet naar daar gaan. Ik heb nu bijvoorbeeld. Die, ja, 100 procent. Uh, voor Beter die... zwart, maatje. Ja, nee, Tellu, nee. neefje. Tellu. Ze vetstjes kijkt altijd mee. Nu Niks in het zwart. Alles is gewoon amplo interim geweet. Ja. Maar ik, ik wou ook eigenlijk half zelfstandig een bijberoep, maar dat durf ik nog niet. Waarom mijn kop ja. dat, dat, dat durf ik nog niet. Een ja, bijberoep, eigenlijk is dat de eerste stap. Hè? Ja, maar vooral, kijk, die, die interim, voor iedereen amplo, die interim is heel fijn voor artiesten, ook beginnende artiesten. De, de, je kunt doen wat je wilt en het is in orde. Mm -hmm. Dat moet je wel hebben, want de mensen tegenwoordig denken: eh, dat de fiscus komt daar. Hoe, hoe zijn die contracten? Misschien moeten we ook eens een berichtje. Er zijn dagcontracten da dat da ze, zijn wat ze afwerken, maar het is wel een dagcontract gevuld in wat? Geven ze een percentage dan of zo? Ja, ze pakken, maar ja, meestal als je half zelfstandig zit: 45% maar als je, je boekhouder ja. moet betalen. En dan nog eens die ergens uiteindelijk komt goed ook op 65% ja, ja. als je alles bij elkaar telt. Ja. Dus, ja, Stel je voor, als je 100 euro factureert, weet je wat je hebt? Stenen. Ik heb al gezegd, ik kom geen fret <laughs> ja, Maar de mensen denken altijd: die filmpjes maken, maar nee, er steekt heel veel tijd en energie en ook jarenlang werk. Ja. Het is niet voor niks dat je aan bolen doet ook. Hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. 100 procent. Want dat zegt veel over je ervaring ook. Hè. Je bent al zo lang bezig, je hebt al zoveel sectoren aangeraakt of je bent in, in één sector zoveel dingen aan het doen. Ja. Dat ik ik begreep waarom, waarom, waarom je zo popping zijt op Instagram. Ik begrijp het nu nog beter. Ja, maar ik, ik, ik blijf er wel, ik ben heel onbewust daarover. Mm -hmm. dat ik ben, eli, weet je wat? Ik, wel? ik heb wel eerst in bij mijn kameraden durf ik wel te zeggen, die volgt mij. Of bij ja. mijn dichte kameraden. Dat was anders. Ja. Ge, weet je maar, als je zo, ja, Instagram, je weet, 2024, <laughs> de tot, en we zijn 23. Ja, <laughs> tegenwoordig kun je kunt er echt flappen mee maken, maar let op. Nee, we doen dat ook onderling. We doen zo. Uh... Kent je me niet? We hebben een podcast. <laughs> <laughs> Gewoon zo niks met te maken. Maar ik weet niet als jullie Fonsie Fonds kennen. Nee. Nee, ik, vond, ik, het, ja, ik ben nu met hem samenwerken. Dus nu ben ik ook een beetje... Weet je, bij mij is... Ik heb twee miljoen dingen lopen en ik maak drie dingen af. Ja. Ja. Dus nu ben ik binnenkort... komen vier singles uit. Het nummer noem ik Putana. je een klein beetje daarover zingen? Zeker. Zeker. Dan gaat zo... Die jongen heeft die meisje laten staan. Ja, daar in berg. Die jongen heeft die meisje laten staan. En dat was wie's erg. Dat was een Putana. <laughs> en dat is een stuk tekst die gaat zo... Hé, uh, hey, die kleine is niet van mij, maar ik vind dat die verdag veel op de buurman lijkt. <lacht> <lacht> dus nu ben ik ook muziek, reclame, voor mij is dat leuk, maar in mijn hoofd is dat... Bobobom. Ja, ja, ja. Maar dat klinkt wel leuk, man, wat je allemaal doet eigenlijk. Joh. Ja, toch, En dat ja, past, past ook samen, hoe dat ja. allemaal samen? Maar ja. ik kan ook geen... Ik gelijk mijn broers, Sjoerd en Dimitri en Anton, of ook uh, uh, Fons, waar ik nu mee samenwerk, mm -hmm. Bart Martens, waar ik nu mee samenwerk... <laughs> Die kunnen teksten schrijven, maar ik ben de man van... Ik moet een refrein schrijven. Laat, laat mij acht zinnen schrijven, dat is genoeg. En verder... Uh, ja, verder... Ja, de, niet dat dat niet reikt, maar dat is mijn... In yeah. muziek is dat mijn ding. Pas op, als ik zo mijn gitaar pak... Je een Ik dog. Ja, voilà. Ik, moet, ik, moet, ik, ik ben een man. Ja. Yeah. Ja. Maar je doet het ook wel goed dan. Voilà. Heb je ze niet gecheckt? Nee, nee, nee. Je moet dat checken. Je gaat lachen, met Ik zweer Nee, je hebt die voorproef die je nu hebt gegeven. Uh, ja vanaf vandaag is dat eigenlijk altijd. Ja, ja. Maar humor en muziek is ook, is ook iets wat, wat, uh, wat samen hand in hand werkt. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar M&M M&M dat is de manier waarop die is uh, bekend, graag of opgekomen eigenlijk. Hè? Met, zijn, met zijn parodie en zijn muziek. Of wat, rapper. Uh, Eminem, van rapper Het zijn. belangrijkste wat je neemt is, als artiest, wat je mee moet nemen, is. Het is niet wat het is, het is gewoon wat je ermee doet. Hmm. Al maak je een, een, een liedje over een brooddoos ja je moet, je moet kijken hoe je die boters moet bo laten bollen. Joh. Je kunt over alles iets doen, maar je moet gewoon over ja, elk onderwerp iets, iets maken. Ik vind dat je, dat je volgende liedje moet gaan over een pamper met kakken. We een pamper, is goed. Ja. <laughs> we deden dat vroeger. We, we, we deden vroeger met, met een paar kameraden. We, we, ik weet niet waarom. Ik denk dat we dan nog niets filmden zelfs. We kochten pampers en we kochten chocomoes. Ja. Ja, en we gingen letterlijk zo op straat, maar we waren jong wel. Maar we gingen op straat, zo tussen de mensen aan de bus halten bijvoorbeeld. Snap je, we haalden die pamper uit met chocumes erin dan. En we begonnen gewoon zo te eten. Zo goed. Van, die, van die pamper gewoon <laughs> om te kijken wat de reacties zijn. Maar, de leukste is dat, maar dan moet je blijven filmen, want er komen... En als je dan nog die pampers en zit je erin die Zeg je wat, zit je zo naar mij? Kijk, Alsof zij degenen zijn die, die abnormaal <laughs> Ja, ja. ja. <laughs> Heb je reacties gekregen? Ja, ja. ja. Echt? Goh, in, in België het is het niet dat je gekke dingen gaat krijgen. Dus, uh... Mensen kijken meestal gewoon misnoegd. <laughs> ja. <dat laughs> Ik nou, zware dierenvriend wel, ja? wel. Alleen katten moeilijk bij mij. Ja. honden Honden die verder Ja. Hoezo? Het is meestal... Uh... Ik bouw met zware honden. Ik vind grote honden, dat is... Wat was u, Welke hond heb Gaat je? Gaat is op de rug dan? Wat, maar moet... Wat, wat, ah, die zegt dat met die meer dan een meter taak. Met die op mag later, dat je. Ik ben klein, ik heb schoen 39, maar als je met me praat, ja, dan zeg je Oké, okay, die jongen is gezellig. En als je moet meppen, je zet me van voor. <laughs> Waarom? Nee, ik, Om eh, mijn ballen te beschermen? <laughs> ik, heb, <laughs> <laughs> ik, heb geen, ik heb geen schrik, maar ik, ik kan goed uh, incasseren. <laughs> ik, heb ge, ik heb ook geen schrik. En ik probeer. Ik heb eens dus oh. ooit echt gebeurd: ik heb eens dus een lab gehad in een café-café van een jongen. En ik dacht van, kijk, oké, okay, ik heb ook geen schrik. We kunnen nu een map hier, maar ik doe de regel van 3 je Kom eens mee, we zijn fans altijd. Dat, 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 die duurt me nog eens. Daarna zei ik, kijk, maat, we gaan toch niet buiten vechten? Kom even gewoon mee in het ding. Maar ik had een vieze gehad, hè? Ik denk, als acht mensen die lap krijgen, heb ik een bordel. Daarna, wat ik heb bereikt dus jongen in het ween. Hoe kan dat je zo rustig blijft? <laughs> dat heb ik wel. Ik heb geen schrik, maar je moet eerst de regel van toe toepassen. Waarom wil die jongen heeft die een map? Waarom geeft hij een lap? ik ben kregen met die jongens, ah, vies, leerlijk, dat is <tie> lelijk. <waar. tie> het ene is dus belangrijker. Dat is waar, dat is waar. Ja, <tie> Allee, Maar dan heb je, als, als, als 88er van, Vergeet uh, het van Genk, hè, ja. heb, je, heb je daar ook gekke uh, dingen mee gemaakt. Welke opstapplaatsen waren, waren u shit vroeger? <tie> <tie> heb je iets geraakt, man. <tie> je vrienden kijken niet mee, ik weet dat, hij is niet aan, aan me kijken. Oh. <tie> Er zijn zoveel dingen gebeurd, dus ik dat moet vertellen. Dan komt in de humor, denk ik. <laughs> ja, op stap plaats, ja, wat moet ik zeggen? Ja, ja, eh. Uh... ze <laughs> optreden? O, ik denk ik, Universal. Ja. <laughs> Heb je Universal opgetreden? Nee, 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 Universal, maar aan de kant van, ik weet het niet meer waarde. dat is. Zo erg, dat is gelijk een beetje de McQueen. Ja. Het is dus niet de Universal en hasselt. Nee, nee, nee. Ik weet niet, en ja. <laughs> ja. Ik ga gewoon, ja. Het is wat gebeurt. we vertrekken uit de parking. Die bestuurder wilde een hond gaan eten. De kameraad was er achter. Eh? Vier en vier, kijk. Hier. En daarna stuurde hij in de achtergrond dat niet door. Die meisje die stapt uit de auto, en zo met die hond? Hé! Hey. Denk je dat ik schrik heb of val ik dat je tetten hebt? Ik moet gaan Dus van die, van die dingen maak je melding. En de detail is waarom, kijk, als je mat iets doet. Nooit praten. Dat is één Als je praat, wie praat die gaat. <laughs> Ons wie het langs kan vallen. Iedereen moet kijken. Dus ja, op dat Geert. gebied. Eh, beter praten over dingen. Als je, als je gezonder zit thuis. Hè, als je moet patatten zetten. Dan kom je hele bloemen, heel goed voor je grond. Ik geef fijne gras en zo. Ik eruit naar je. De opdrachten die je krijgt. Ja. Uh, want je zegt dat je een beetje chaotisch bent. Je moet, als je een opdracht accepteert, dus je krijgt eentje van hoe je dat hoe de Amplo. Nee, 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 Wanneer Amplo, wat Amplo. gebeurt er? We sturen mensen op Facebook, Instagram. Wat doe ik? Ik stuur gewoon mijn e-mailadres door. Dat mm -hmm. is één e-mailadres waar ik allemaal optreden dus en allemaal uh, opdrachten uh, aanneem. En dan zeg ik tegen Amplo: zij sturen een contract. Gij moet een Amplo sturen. Dus zij hebben een document. Gestuurd, dat is die klant, die hebben die BTW-nummer. Hup, hup, hup. En zij regelen alles voor u. Ja. En, en zij stort een week daarna gewoon uw loon. Voilà, dus uh, ja, zo wordt eigenlijk geregeld. Want anders je 20.000 berichten bij spreek ik overal. Dus ik stuur gewoon mijn e-mailadres. En ik, ik reageer er ook redelijk kort op. En de mensen die terugsturen, weet je een opdracht. Want als je overal moet op ingaan van. Hey, je kunt ik stuur die e-mailadres en de mensen die sturen, heb je een opdracht. Dus jij regelt dan die opdrachten nog ja, zelf. Eigenlijk. Regelt... Dus Amplo regelt die opdrachten nee, niet af... voor u. Uh, uh, Amplo regelt het, uh, het zakelijke gedeelte van de opdracht. Maar dat is toch gewoon. Nee, dat is toch gewoon letterlijk. Als jij nu. Uh, Zelfstandig een bijberoep was. Het enige wat jij moet doen is gewoon een factuur opsturen. Hè? Het ik enige wat jij moet doen is een factuur opmaken, opsturen en zorgen dat jij ja. eh, belastingen betaalt. Maar wat, ik wel, wat ik wel, waarom ik dat ook heb gedaan, mijn wat fijn is bij Amplo, al doet de, de klant moeilijk, Amplo betaalt je altijd. En ik heb hmm. met mijn vader, vroeger ja, okay. die van de bouw gewerkt, dat is een beetje voor mij wel een. Uh, ja. Hoe zeg je dat? Daar heb ik wel over. Mijn vader was, die, die is helaas gestorven in 2020. Condoleert. Maar dat is wel bij mij iets heel. Allee, dat is wat bij mij zo van, kijk, ik wil niet achter mijn geld aan lopen liggen. Nee. Dat, dat is wel iets. Dat is als zelfstandige moet, heb je dat wel. Ja, maar moet, ik moet wel zeggen, in de bouw heb je dat meer dan ja. ergens ook, anders. Maar waarom doe je dat als zelfstandig? Ik vind gewoon, half zelfstandig in bijberoep is nog altijd veel meer verantwoordelijkheid dan wat ik nu doe. Nu stuur ik een bericht, ik krijg een contract, ik om een knop en alles is gekregen, en alles houdt ze af. Maar eigenlijk, de, de, manier waarop je nu zit, de manier waarop je nu omhoog zit gegaan en een... In een uh, en een lijn naar boven. Als je nu alles zou doen en alle opdrachten zou pakken na je werk, dan gewoon. Hè. Ja. En je zou, laten we zeggen, 10 opdrachten uh, in een maand of misschien kun je er meer doen. En als je dat geld gewoon aan de kant zet voor de momenten dat je die dip hebt. Ja, dat weet ik, maar uh, het, eigenlijk, ze houden evenveel af dan als je zelfstandig zit, want je moet ja. een boekhouder hebben. Ja, ja. En uiteindelijk, ja, ze doen 45 procent. Dus de normale tarief, maar al die dingen die erbij komen... Uiteindelijk betaalt je... Mensen weten het niet, maar je betaalt eigenlijk meer dan 45% aan de belasting. Mm. Dat is nog zoiets, mm. hè. Maar je bent aan werking, je moet meer dan de helft afgeven gewoon, ja. Uh, en dat is wel... En dan ga uh, je zelf ook in de problemen werken, als je voilà, dat niet en de nu, de voor mij ook, ik ben ook iemand... Uh, mijn mijn, mijn raam is kapot, dus... <laughs> Ik, ik ben een beschermend beetje. En laten we nu dit aanpakken en laten ik daar ervaring op opbouwen en misschien dan een stapje verder gaan. Ja, ja. Uh, maar ik snap dat wel. Dat is een goede ja. Ja, ja. Ja. attitude. Je hebt eigenlijk gewoon een safety net, Dat is het vooral ja. ja, nee, dat is voor ja. mij. Uh, maar ik weet, wat, wat er nu op mijn af is gekomen, is voor mij ook wel echt. Uh, ja, dus ik, ik merk dat ook wel een beetje. Het is wel. Uh, je, wordt om de je kunt ook niet meer. Allee, dat is fijn, maar ook al red je een versus of red je pukkelpop. Vorig jaar moest ik een muts aandoen, maar het wordt om de. Voetstap tegenhouden, maar als een mensen een foto willen en die vinden die cool, hey, doe dat gewoon. Dat is toch leuk? Die mm -hmm. mensen kijken op van, u gaat die niet op de foto, geeft hij de high five en tracteert die in. Dat, vind, dat, is ook, dat is ook wel het leuke daaraan. Dat is of soms... wordt getrakteerd. Misschien beter. Ja, als jij iedereen pff. gaat tracteren, die van mij... Dan is hij een beetje genaaid. Ja, ja. <laughs> Want sommige meisjes komen bij zitten, zo... Mm, ik luister, kun je me iets, <laughs> mij nou ja. iets te drinken halen? Met mijn vrienden. Maar dat heb ik dan. Wel, weet, je wat, gezegd en voor mij, weet je wat ik wel heb? Weet je wat mijn doel is eigenlijk nu met dit. Ook al, ik weet niet hoe verder het, als dat ontploft. Ik heb een kar. En ik heb liever dat die kar vol spinkt met mijn vrienden die er ook van kunnen genieten. Dat ik alleen kan. gelijk die opdrachten nu ook, ook Ik kan dat alleen met mijn parkeerbank. Maar pak een kameraad mee. Laat die ook eens, dat vind ik ook fijn in die muziek. Ook die optredens in de AB. Hey, pak uw kameraden mee. Laat eens iets zien, wat niet, wat niet bij het normale leven hoort. Dat is ja, ook ja. mijn doel. Als je dan een pukkenpop tot optreedt... maar gelijk dieren, kom in die backstage, weet je, Dat vind ik ook fijn om ja, te optreden. Ja. Daar, dat, is ook mijn, dat is ook mijn intentie. Als je dan, het is dus fijn dat je kunt zeggen. Kom mee, fijn. Kom eens mee. Doe, doe, uh, 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 laat je kameraden er ook van mee proeven. Ja, ja. Ook zo nu bijvoorbeeld. Met mijn band bijvoorbeeld. Mijn vader is gestorven. Mijn mm. broer is en bouwen. Dus alles is een beetje op een laag pitje nu met mm. de band. Ik ben alleen bezig. Maar mijn intentie is. Maar ik ga doden. Ik pak vier liedjes van FT Boen mee. Ik blijf doden. En misschien. Misschien achter een jaar. Als ik mijn kar heb. Al die mannen die even moeten. Ook op die kar kom mee. Ja, ja, zeker. Ik, ik wil niet alleen. zijn dat vind ik niet. Hij was er leuk en als je op een dikke dik aantal in Antwerpen op die zit er alleen. Fijntje, zit het je, uw kameraden. Dat vind, dat, dat vind ik heel belangrijk. Zeker, ik zou, liever, ik zou liever in plaats van dat ik drie miljoen heb, zou ik liever drie vrienden hebben, dat wow. we allemaal een miljoen hebben. Want dan kunnen we, veel, kunnen we veel meer doen dan samen. samen nee, pak, dan pak dan 2 er... miljoen. Deel, deel, deel ja, het <laughs> is eerlijk. Het is geen mozesgeit. Echt waar. Nu, dat is alleen hier. Anders, in het echte leven ben ik niet zo. Mijn neef, neef split dus onder de zee. Ik erin te springen. <laughs> <laughs> ik heb een aangezet. Maar wat ik wel niet wil vergeten: dat zei, mensen vragen, hoe het komt dat? Van waar heb je dat? En wel niet dat mijn vader is gestorven. Maar ik heb dat van mijn pa. Mijn pa was een. Ik kwam in de cafés. En niet nee, van. Die had ook zo'n koffie daar. Je was graag gezien. En mijn vader was ook altijd. Daar ik, als hij dan sterft. Ja, weet je. Daarna, jaren later, bent je net. Als mijn vader iets zei, de, de café lag ook plat. Ja. Ja. Dus eigenlijk heb ik dat, eigenlijk heb ik dat, eigenlijk heb ik dat vandaar. Ja. dat als mijn vader nu nog leefde. Ik zweer, ik had die Nike Air Force One met gouden Nike gekocht. <laughs> Zijn die broers ook zo? En nee, mijn broers zijn eerder. Kijk, ik zeg altijd. Ze is meer een moeder. Nee, ja, nee, mijn moeder dat is een Italiaanse. <laughs> Ook lieve vrouw. Maar, uh, mijn broers zijn eerder. Kijk, uh, ik werk achter de kas en de Aldi. Oh, jeez, wat was dit? En mijn broers zijn echt. Ja, dat zijn twee filosofen. Die, mijn broers zijn zo. Ja, ja, ja. Dus uh, Timo, mijn grootste. Oh, ik, ben, ik heb mijn vier. Mijn ma wou echt. Die wou, en, dus ik heb een broer van. Zeven, acht, Een meisje. Nee, en die kijken nee, voor de Drie die, like, oh. <laughs> dus jongens. Dus. Mijn grootste broer is gelijk mij. Maar Jury en Dimitri zijn toch twee... Als, ge, ja, dat, als je daar in gesprek voor... Wat ook wel leuk is aan die jongens... Die, 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 je vertelt iets, maakt wel niet uit van waar je bent. Die luisteren actief. Die accepteren zijn. Maar Jury en Dimitri... Ja, ik zeg je een optreden. Ik ben op Instagram, en op Spelen.nl, Spelkens en Spelen.nl, en je neemt die maar en schreeuwt tegen elkaar over kwantummechanica. <laughs> nu nee, Plato, dat is nu waar, Plato, dit en ik zeg G. En daarna zijn we allemaal opgetreden, dus sorry. <laughs> over een glory hole. Ja, iedereen is welkom in de glory hole. Ja, maar nog eens iets, ook, ook ze gemaakt die liedjes... Ja, mensen denken van je zit er niet eigenlijk zijn we er niet bewust van. Je gooit dat, dat in de aarde en daarna mee die wat we gedaan. Je hebt eigenlijk gewoon even gelachen en dan heb je dat gedeeld. Ja, maar... alles, <laughs> alles komt uit de. Ja, alle, alle, heel over wou, maakt niet uit over wat we praten vandaag. Alles komt eigenlijk uit de vorm van humor en we willen geen mensen kwetsen. Nee, die plekker zijn en pleisters en roodselen <laughs> als ik dat doe, <laughs> maar we willen geen mensen kwetsen. Nee zeker. Uh, hoe komt eigenlijk op die naam, FC Kaboel? Hoe we daarop komen, FC Kaboel ook weer. Zit. Ja, FC Kabul. mensen, die dat fokken voor onze allereerste naam dat was met, ik weet niet of je Leandro Sinus en zo kent. Dat is de oudere generatie. Ja, ook, ja, dat is een, eigenlijk dat is een hele groep van goede jongens. Ah, oké. Okay. Ah, okay. okay. Vroeger hadden we een, gelijk Jackass, we noemden Zama UMSB. En Zama UMSB, Zama betekent Marokkaans. Zo recht, ja. En UMSB betekent, uw moeder schijnt een bloembakken. <laughs> dus, dat was onze eerste ding. En toen zijn we naar... Uh, mijn broer was samen met een meester Jessica. En dat was een jonge Jamie ook. En ja, dat klikte als kameraad. Toen hadden we de drilling featuring Jamie. Toen hadden we een de drilling featuring Mike. <laughs> en toen is het eigenlijk healing de van Anno geworden. Dus wij zijn al, altijd een middel geweest die ze gebruikt hebben. Ja. <laughs> nee, niet dat. Dus we zijn eigenlijk altijd kameraden geweest waar we samenwerking mee hebben. Mm -hmm. En ja, dat is, zo is het eigenlijk allemaal ontstaan. En FC Kaboel is gekomen. Toen we een contract, dat was een optreden in 2010, mm -hmm. ik weet het nog goed. Ja, de eerste keer als ik jong was, heb je me een optreden. Goed, de frigo op het gin. Dus we waren echt... <laughs> dat ik, en die optreden zijn we eigenlijk ontdekt. Maar we waren echt met het gooien. Dus. <laughs> en van die toestand. Die optreden zijn we eigenlijk ontdekt in 2010. En toen is FCK Ja, toen vroeg die man van... Ja, wat is de naam? FC Kabul. Ja, hoe dat komt, een voetbalploeg, fuck. Ik weet dat zelf niet. FC Kabul. Ja, dat dat was past wel ook wel. Dat is ook wel heel random net. zo. En nu heb ik met Fons een nieuw projectje. En die noemt, uh, Tits Tits. <laughs> <laughs> Tits. dat noemt... Tits maal vier. Tits. Je bent even maal Want onze liedjes met Fons... Die Fons worden ook altijd na een optreden om vijf uur die er opgenomen. Daar komen de beste dingen. Ah, nou, echt? Sorry, sorry, <laughs> nee, nee, nee. Maar wat fataal is, als je hebt opgetreden met Fons... Ja, Ik heb opgetreden, je kreeg uitbetaald en dat de ik gewoon bekwinnelijk om. Aan de gen. Aan de gen. <laughs> <laughs> Vond je het. Ik goed, goed jongen, maar was hij meer broer? <laughs> Wat gaan jullie samen doen? Ja? Ik weet niet van dat, maar ik zit soms een weekend met hem in de studio. Dan kijk je, kunt je denken, maar oh broer. hij is een beetje beleefd. De... Dat is een grenzen, <laughs> <laughs> je wilt het nog overleven. Het is, ja, is een goede podcast. Dit. Voor mij voelt dat wel alsof ik bij mijn thuis zit met mijn broer. Ja, ja, ah, voilà. is is ja, dat is belangrijk. Dat is spontaan. Wij zijn tevreden tot nu toe. Dat ik ook. <laughs> <laughs> uh, je had het over de goeie jongens hè. Ja. Zij zijn, zij zijn, ook al heel lang in Genk bezig ja. met muziek. Ik denk ook rond die jaren dat je het begonnen. Uh, ja. We, uh, je weet je wat? Dat is uh. Alberto, Mazzoni en Don Luca en, uh -huh. en BLO en zo. Dat is nog een generatie voor ons. In 2006 hebben we samen een, een CD uitgebracht, de Stijl is. Maar we hebben toch altijd die die, die techno gehaald, de feest gehaald. Nee. We hebben eigenlijk nooit, we hebben eigenlijk nooit bordel gehad met hun of of er is nooit iets iets veranderd gebeurd. Maar Qua muzikaal zijn we wel nooit echt daarna We zijn twee aparte dingen. Mm -hmm. Maar gelijk, ja, pff, dat, zijn, dat, dat zijn eigenlijk ook jongens, die mogen niet vergeten Genk. Want nee, uiteindelijk nee, zijn wij ook door, Uiteindelijk zijn we ook een beetje door hun gemaakt. Alleen die hebben onze eigen. Ze hebben eigenlijk stempel in Genk. Gelijk BLO, al die mannen mm -hmm. van vroeger. Ja, ik, die nou, hebben de startschot gegeven. Ja, BLO zit er nu niet bij. Maar ik vind ja, al die mannen, goede jongens, is eigenlijk. Mensen kennen dat nu, maar eigenlijk is dat een zware baken, maar dan ga je, je kijk, door doe mm -hmm. en zo. Mm -hmm. dus er zijn mannen die al. Ja, ja nee, is ook. Andere artiesten zeggen: Ja, man, ik stop twee weken later tegen Schein. <laughs> ja, ja. dus dat zit, zijn de OG's gewoon, Nee, het, hè? dat is wel. En dat maakt niet uit wat of hoe. En dat vind ik wel voor heel Vlaanderen eigenlijk. Waar je eigenlijk. Maakt niet uit dat je voor die zorgen zit, Maar er zijn eigenlijk mannen die. Dat die heel lang vol hart hebben, die die ja Die, 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 die hebben ook... eigenlijk zo poten gezet gewoon, ja, dat is hè. Die hebben iets op poten gezet, maar ik vind wel dat die nog te weinig hebben voor wat die eigenlijk... Ik vind, allee, te weinig hebben... Yeah. Die verdienen nog te weinig, niet qua geld, maar qua dingen voor wat je eigenlijk doet. Erkenning, doen. Hè, ja. Ja, erkenning hoor. Weet je, die mannen zitten zo in de jeugdsector, en, en voor, voor jongeren en zo. Mm. Maar die, die mogen je zeker niet vergeten. Dat is een beetje de baken van een en zo vind ik. Maar we gaan akkoord, hè? Ja, ja, we, we gaan akkoord. Dus ja, ja. ik denk dat dat vooral te maken heeft met uh, de, pop de populariteit van Vlaamse muziek en ja. Vlaamse hip-hop. En zien nu, in de afgelopen paar jaar, zien we dat eigenlijk een goede boost. Ja. Krijgen. En in principe, als er nu een artiest zou zijn die, uh, die pop vanuit Genk, T.Y. Ja, bijvoorbeeld, ja. Hè, maar ik heb het dan over ik heb het dan over de, de poppen op het niveau van, van Dikke, ja. bijvoorbeeld, okay, ja. hè, dan zou eigenlijk die een goede bedankje moeten sturen naar de goede jongens en zo eigenlijk hun ook mee naar de Shine trekken. Ja, die zou dat niet moeten, maar die zou dat mogen. Ja, ja. Want uiteindelijk, die jongen heeft zelf gedaan, want ook kreeg ik Dikke bijvoorbeeld. Ik heb heel veel hip-hop, maar went, hoe komt dat Dikke bijvoorbeeld de komt? Dikke heeft net dat iets. Die heeft ook die gangster shit, maar die heeft net die persoonlijkheid, die slang en die stem. Ja. Dikke is een jo. hele image de, gewoon. Dikke ja, is alles. Ook, ja. ook, ook, ook al rap je over waggies, hij heeft dan wat net de andere beetje niet hebben, vind ik. Ja, ja die We zware inhoud, cadence, ja. this, this Karaoke, die cadence, die heeft zoals gezegd de image. ik ook, ik ga eerlijk zijn, Dikke, weet, weet, weet je wat ik ook belangrijk vind bij hem? Als ik op werk ben maandag, ik, ja, ik ben veel bakken leeg op maak. Ik Maar ik luister dikke, ik, ik, ik kijk niet naar mijn omgeving. Ik ben gewoon barrik. Ik denk ja. dat ik ook in die RSS zit. <laughs> nee, dat, is, dat, dat is een grote kracht van die artiest. Ook als je je slecht voelt. Je luistert liedjes, ook mijn papa's. Je luistert nummers en die mensen kennen je... u. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. Ook wat, die doen ook beetjes shine en dit. Maar die mensen kunnen u raken. En thuis, ja. ja, ik zeg je dat altijd. Ja. altijd goede muziek, of je dat graag luistert of niet, goede muziek is iets wat u een gevoel geeft. Ja. Of dat een gevoel is wat je graag hebt, of dat een gevoel is wat je wilt voelen op dat moment. Hè, daar gaat het allemaal niet om. Mm -hmm. Maar goede muziek geeft u een gevoel. Met is, dan ben ik zo heel serieuze liedjes aan luisteren van Dick en daarna ben ik tien minuten verder. Ik aan. Wagi aan <laughs> <laughs> oh, dat wagyifuli aan fijn. Ja, ja dit is een, ja, een breed afsmaal. Ja. Die heeft een breed arsenaal. Nee, maar ik kom het eigenlijk ook voor Nederland je hebt Duizend artiesten ah, ja. worden je kapot en dan heb je Lijpen. is eigenlijk zware gangsters, maar ook Lijpen heeft daar weer een beetje zo. Dat vind ik persoonlijk, die heeft die gangster shit, maar die raakt die ook. Die kunnen ja, ja. ook echt, die mannen, ja, die hebben het. Die hebben gewoon slimme verses gewoon, hè? Ja. Die hebben goed doordachte verses, ja. ik die hebben doordachte ik gebruik... lyrics. En talenten, ja. Ja. Ik gebruik heel vaak niet coach van mijn eigen, maar als ik een post heb, ik gebruik toch dikke en Lijpen gebruik ik toch het vaakste. Zo, ja. qua voor quotes of ja ik vind van wel zeker dat snap ik die zijn hè? zo die zijn lirikaan, die zijn bekend om, ja. Uh, ja. om uh, diepzinnig te zijn ja, vooral vooral lepen dan ja ja Leeper uh, ja fijn Af, joh. Uh, dat is ook... dus zo, dus je zou zeggen uh, als je bij de universiteiten heb je uh, heb je nog andere aspiraties. je... Want jij, jij deed ook ziekenzorg, zeggen? je? Nee, ik heb jeugd- en gehandicaptenzorg mm -hmm. um, gestudeerd. Mm -hmm. Moet je de hoofdklusjesman worden? Ja, ik, Nee, dat u niet, maar ik vind dat gewoon... Zeg, ja. nee, ik ben goed nu. Nee, stel is verantwoordelijk veel verantwoordelijkheid. rust, Voor mijn persoonlijke ik, hoe ik ben, en hoe ik ben op een job, laat u daar rust, je hebt je vrijheid, en je, overal moet je je plichten doen, en je hebt je vrijheid... En dat vind ik het belangrijkste. Dus, dus daarom ben ik ook teruggegaan. Ik heb een hele mooie studie gedaan jeugd en gehandicaptenzorg. Ik heb heel veel geleerd voor mijn eigen. En wat ik het meest heb geleerd bij jeugd en gehandicaptenzorg, al heb je het syndroom van Down, al heb je autisme, maakt niet uit aan wat je leidt. Wat ik heb geleerd is, als ik u en u uitmaak voor te spelen, doe dat ook bij hun. Waarom? Die mannen, nou ja. dan voelt het alsof die ook een van ons zijn. Dat vind ik belangrijk. Je kunt zoveel in de boeken gestudeerd hebben als je wilt, dat is niet het belangrijkste. Ik denk, nu zitten we in een tijd waar, we, waar iedereen net wilt anders behandeld yeah. worden. Terwijl yeah. eigenlijk. Dat is iedereen... the way to go. <laughs> ja, je, moet eigenlijk, je moet normaal doen tegen iedereen. Yeah. Okay. De grappen die je tegen mij maakt, moet je moet voilà. gewoon En dat is inclusie. Ik vind ook zo: die mensen als je eigenlijk een snel doet. Of je zit niet echt, of je ge doet gelijk een valse porcomaiale. Die hebben dat sneller door dan iemand anders. Die dus ja. duwen je onmiddellijk weg. En dat, ja. Maar ik heb dat niet gedaan. Waarom? Ik weet niet zeker, maar ik denk... Ah, dat uh, ik kan die mensen... Ik, ik kan heel goed met die omgaan. Ook, ik word heel geliefd aan die dingen. Maar voor mij persoonlijk... Ik, ik, word, ik word zelf een beetje... Na, als ik thuis kom, dan ben ik op. Ik ja. heb ja. heel veel respect voor die mensen die in die job werken. Want het is niet... Het is niet gemakkelijk als je bijvoorbeeld, nee. uh, ik weet niet of je ooit in een depressie hebt gezeten, als, als je gedrag wilt veranderen van een persoon, en luister, dat is niet zo met de basic fit gaan en buikspieren. Dat, dat is heel zwaar. Als iemand autisme heeft, mensen zeggen, ah die is autistisch. Nee, dat is echt geflipt. De mensen die erin werken, dat is heel geflipt. Die mensen die er tijden steken elke dag, dan moet je echt wel crayons van goud hebben. Maar dat is niet gemakkelijk. Dat is nee, dat is, ik weet daarom... dat, mijn mijn zus is psycholoog hè, en ja. die is gespecialiseerd in autisme. Ziet je, dat is, ja. als je dat blijft doen, heer jullie leven. En die mensen die, dat zijn de sterkste mensen die er zijn. Want ik bijvoorbeeld, ja, ik wil dat doen, maar dat is helaas niet voor mij weggelegd op hmm. lange termijn. Dat, dat is dat ook is goed het, dat ja, je dat ja, hebt ingezien. Nee, hoe lang nee. heb je dat gedaan? Gehad? Uh, ik heb uh, dat, die studie. Heeft, nog twee al... dagen. Nee, nee, <laughs> Tweeënhalf jaar geleden. Ik heb dat drie jaar ervaren, stages gedaan. Mooie momenten meegemaakt, maar het is, uh, je moet niet zomaar zeggen: uh, ja, uh, Ik ga daarin werken omdat ik zelf vroeger een depressie heb gehad. Nee, nee, nee. nee. Als je dat aan die job wil beginnen, niet zomaar gaan doen omdat je een goede shine wil hebben. Ik werk met de mensen met een beperking. Nee, nee, nee. Je moet echt van, je moet echt van zware ja, parketten zijn om dat te kunnen ja, ja, doen. Er zijn ook veel mensen die bijvoorbeeld psycholoog willen worden omdat die ja. mensen willen helpen, maar je Uw werk is met mensen problemen omgaan. Hè. Je werk is mensen hun problemen oplossen, maar dat betekent dat je constant je hoort niemand zal komen. En je zegt hey, "Alles is goed. Uh, ik, ben, ik ben super blij." dat ga je ook op zo'n moment. Ja, ja. ook hebben. Maar wat je voornamelijk het meemaken is in mensen hun problemen. Ja. En dat is niet voor iedereen weggelegd niet. om uh, een dik schilder tegen te hebben. Mensen, geluk is een wisselwerking. Soms heb je stroomd en soms heb je echt geluk is op en af. Je zit niet altijd. Dat is gewoon op en af. En zeker met die job. Nee, joh, dat is niet. Uh... Maar luister, wat ik wel even wil zeggen: man, hè? Ja. Hey, luister, jullie hebben een chique studie, maar ik zie nergens pakket en daar ben ik fataal eigenlijk. Dat kan niet, hè? We niet, hebben een, niet, in onze. Niet een beetje hooi, toch? was chic dingen, maar niet een beetje. Je ziet Kurt, Samir, Jojo, <laughs> Selina. <laughs> Jojo. Hoe koep. Kroep ook een baan dat zijn de, de lokale katten. Dat zijn, dat zijn twee katten. We hadden onze We hadden onze hier. wat de lach, studio hier. Je? Met Charlie nee, ja, we gaan eens dubbel zijn. Ik zit hier bezig. Ik Die ja. probeert me te vangen, hè, Snap je? Kijk, jij lijkt zo de jongen, één dagvlieg, verandert alles en hij is vastrelatie, huissteen, carport. Ah, dat klopt, misschien ook. Misschien wel. Wie weet, hè? <laughs> Ik Kan mezelf niet mijn voeten schieten hier, Benjamin. <lacht> 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 misschien. Het zou kunnen kloppen wat je zegt. <laughs> ik ben twee jaar getrouwd. Uh, toch al een goed aantal jaar ook een valse relatie. Ik ging zeggen, zeg ook maar hoe lang je in een relatie zit. Ja, ja. twee jaar staat niks voor als je gaat verklaring met een jaar Je moet ja. gewoon zeggen, dat ik die mis, ik ben niet zo, ik ben anders, ik. maar een anders. zwak. Ik do, doe het al jaren. Ja. <laughs> <laughs> Werkt dat <er> nog altijd? <laughs> <laughs> ja, ja, ik doe het al jaren. Je moet dat vaak genoeg zeggen. Dus <laughs> <laughs> remind them. Ja. En uh, Vertel eens iets over jullie eigenlijk. Ik ja, <laughs> nee. vraag, vraag iets. Ik zou vragen okay, om alles. Wat ik al heel de tijd wil afvangen bij u is echt de, niet, niet kwaad worden, hè. Ik doe mijn best. Welke schoenmet schoen heb jij? Mink, ik denk dat het een zware 46. 47? Ik ja, ik en denk. jij hebt 42. En wat een zware, ik heb 42. En jij je bent wel heel... Je bent echt een cutie, joh. Jo Jojo is Dat is onze mascotte, is, hè. Jojo echt... Uh, weet je wat dat is, Als we over bepaalde onderwerpen spreken waar mensen niet vinden dat we over mogen spreken, en dan heb ik het over uh, uh, bijvoorbeeld het n-word of zo, dan uh, roepen we Jojo, dat maakt ons inclusief. Ja. Dat maakt ons... Maar eigenlijk mogen we over alles spreken, hè. Vind ik. Ik vind dat ook, ja. Alleen hoe je dat uitlegt. Ja. Dat is waar. Daar gaat het om, hè. Dat is ook zo. Nee, maar... Maar, maar praat niet over je moeder, ik valler bij je. <laughs> We mogen alles spreken, behalve <laughs> over je <hun> moeder. <laughs> dat is waar, dat is ook iets straat, hè? Nee. Ja, wat ga je doen? <laughs> Vroeger was het altijd, als ik zo'n ruzie had gemaakt op school of zo, kent je dat? Uh... Dan denk ik, maar, wat heb je nu weer gedaan? Ik zeg, ja, maar die heeft mijn oerzond genoemd? Ja. Ja, maar, dat mag toch niet uit, En dan mijn zus ja Jawel, die mag die geen Hoerenzon noemen. Iedereen weet dat, je mag niet over de moeder beginnen. Dat is waar, hè? Ja. Ik zweer dat. Alle problemen die ik heb gehad zijn ook van daaruit uh, ontstaan. Ja, maar waarom als iemand die zo wordt hij echt kwaad omdat die zegt? Of wordt hij echt kwaad omdat hij die... Principe, principe. Je hebt puur een principe. Het is een question hebben, of om, honor. Je moet al een ballen, ballen hebben om iemand voor gezond te kunnen noemen. Hè? Want dat was wat Zulu zegt, Want je weet dat dat erover is. Dus, dus. Je, je mag me klootslag noemen. Je mag me dit noem ik mijn als ik mijn moeder erbij betrekt. Je weet dat dat me gaat boos maken. Ja. Dus je zegt eigenlijk. Het is echt zwaar uitdagend. Ja. Dus uitdagend eigenlijk dat zeg je dat interesseert me niet wat je erin gaat doen. Ik ga dat zeggen. Ja, maar ik ga even mijn ma bellen. Waarom? Ik bel altijd mijn moeder en Mijn maat neemt altijd op met die chillen. Is om te vragen of je een zal zeggen of Zet die beide dingen binnen, Mike. Mijn neemt mijn mama altijd op. Dat is het Italiaans te zeggen? Mama? Luister, ik wil even iets zeggen. Je bent echt een hele goede meisje. Echt waar je hebt fijne stijl, alles erom en aan. Maar uw spaghetti spaghettisaus, laat die langer opstaan en gooi er een beetje wortelen. Dat is het enige wat ik wil zeggen. En vanavond kom je nog langs voor moederdag. Goed? Pak je geen twee vrienden mee? zelf, Maar, luister, ik bedoel dat niet slecht, hè? Ja, maar dat is goed. Alleen? Oké. krijg je okay, Zeg dat genoeg maakt maar mag ik ook twee jongens meepakken uit die vafkaat? <laughs> dat is niet <laughs> <een beur. laughs> Is dat ge gewoon? Ik <laughs> <Ja. laughs> geen antwoord is ook een antwoord. Nee. <laughs> Allee. <coughs> ja. dus, dus, okay, ja. dus altijd als je je ma belt in de video's, is dat echt nee, je nee, ma? Nee, nee, nee. Ik ga wel, Ja, eigenlijk, ik bel mijn mama, wat wel fijn is. Ja, die op een of andere manier die doet mee, maar daarna weet hij wel dat dat. Die, 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 die doet gewoon mee. eigenlijk. Ja, ja, ja. En dat is het beste, want als iemand voorbereidt. Uh, ja, hallo, uh, ja, ja. Ha, ha, ha. Ja, ja. Dat, ja. Ja. dat ja. werkt niet. Het is het okay, samen met een Belgische. Ja, ja, ja. ja. Ik... Dat is een dat is, Italiaanse gemeenschap is daar veel, hè. Als je ja? zei ook er straks van ja, een Italiaanse, zou, daar zou ik al lang klappen van hebben gekregen. Ja, nee, nee, nee. <laughs> nee, maar ja, ja, ik weet niet hoe ik kom, ja. Ik, ja. Meestal. Ik val meestal op het type dat mensen die denken dat ik opval. Hoezo? Ja, ik val niet op zo'n raket met... lid van dat. Ik val gewoon op een... Ik val meestal op... op uh, ja, een, meisje zit in een dorp. Met een kerk en een slager en waar die dialect praat. Want de eerste keer dat ik bij mijn meisje <laughs> kwam, m'n man Die man zegt... je Sluiters? Ik zeg gewoon Sluiters? Dat zijn Sluiters. Ik dacht dat dat Sluiters waren, oh, ja. sleuters. Of ik had een ongeluk in Schakenburg. Echt waar. Die... Wat waar is dat? Wat is dat? zijn dat zijn ja. uh, sleutels. He, is uh, slutters. Waar of, is Schakenburg? Je hebt er nu al een paar Shakeb... keer gehoord. Ja, dat is lang. Ik vind gewoon, kijk... Uh, dat is een... Ik vind Schakenburg, is een naam van waar is je je <laughs> <laughs> Ik had een ongeluk dat echt gebeurde. Maar daarvoor, ik ga geen naam Ik had een ongeluk. Die jongen was aangegrepen Alles naar de kloten. Dat was waar een fout. Weet je, ik aan mijn meisje toe, doet je gaat die vader zegt van die jongen. Je zit niet van nee, ja. Nee, ja. Want ze zijn gaten. Je zit niet van mij. Ik zeg nee, maar ik ben van je zuster. Maar ik ben die. <laughs> Met die dialect, wel, de, ook nog, sorry. Je weet, AZ... Bij mij ABC. Weet je, het ook werkt in de, in de, op Instagram en zo. Je hebt gewoon letters gezet. Je weet, AZ, bij mij ABC. Nee, <laughs> ik denk dat je A, N bedoelt. Nee, 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 nee. Ik ga van A naar Z. Ah, zo. Dialecten werken ook heel goed. Ah, echt? Als ja. je gangs koppelt, bijvoorbeeld aan, aan, aan een ander die eigenlijk zijn truiën. Nurkpi. Dat betekent eigenlijk palettenkop. Zeg eens Nurkpi. Nurkpi. Ik zeg liever palettenkop. En uh. ja, Nurkpi is palettenkop. Of. Uh... Ja, zo van die dingen, dat bouwt gewoon. Centraal. Ken je centra Dat is nee, de centruide. Okay. Ja, ja. Dat bouwt gewoon. Ik weet niet, kom even op en ik wil even. <laughs> Zeker, broer. Maar ja, alles roept. wat er niet opkomt, ja. laat die gaan. Ja, voilà. Ik, ik bouw wel echt met die flamanis Dat ja. gaat. Dat ja? gaat. Ja? Ja. Maar Centruide heb je. Dat is vel daar, hè? Ja, Centruide, Ik weet toch, ik bedoel, dat is vel. Ik ging één keer met Chapo daar dingen. Dat is een beetje gelijk uh, zon hè? Ja, ik ging, uh. ik ging trainen daar. <laughs> Schappen zijn naam was niet nodig, we mochten niet binnen. Nee, joh. Maar, dus, maar ik, ik, ja, ik, ik ervaar dat wel niet zo. Maar ik weet wel wat ik bedoel. Want ik was aan het zitten met Gökhan. Echt gebeurd. Ik was zitten en dat was een rugzak. Maar ik dacht, maar wat doe die rugzak hier? Maar wat doe ik toevallig? Ik belde de politie. Zei meneer, maar ja, was in de winkel. zei meneer, hier, hier ligt een rugzak. ik komt die flik naar me toe. Ja, maar we leggen het even voor je spuis om te kijken wat je doet. Nee. Een ja, ja, dat is... Is dat echt je hebt ja, niet echt heb. een rugzak en is een camerazak. Als je hè? die aanpakt, die gaan je, Ja, als ik lieg, die mogen nu zeggen: Nee, als ik lieg echt. Niet dat Serious die mij persoonlijk worden vangen, want dat nee, ja, nee, nee. is een camera. Nee, nee, maar, ja, maar, maar dat is gek, hè? Dan. Ja, maar wel eens. Ik ga het woord racisme ik echt helemaal niet uitspreken. Maar als je met Geukan bijvoorbeeld daar het begin met Ibi. Geukan, wat heeft die liefst zo'n indianische... Het is dus een Turk, zo ringen, ja. die liggen met Romein, haren zo. <laughs> Ik moet wel zeggen, als je niet tegen die praten mensen, ik, ik kijk soms naar de mensen in blikken die, die, die als je niet weet wie die is, die lopen wel een beetje een eentje om. Ja. dat wel. Die zijn er niet gewoon. Maar Als we ons één keer hoort praten, dan is het onze beste vriend. Er zijn zo, er Maar oh, wacht, man, ik vind dat wel gek ja, ja, dat van die vlekje, ja. Nee, ja nee, nee, dat is een Broer, dat moet, dat moet je, je nooit aan niet proberen, hè? Nee. Nee. Dus zo al zo ja. 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 sowieso. Ik je jij trek maar zelfs die camera's mee. Maar eigenlijk mag dat. Eigenlijk als die rustig er is, je zegt... Het is van mij wat het te zeggen. Yeah. Maar dat, een, dat, dat, wordt, gevonden, dat wordt gedaan. Ja. Er zijn bijvoorbeeld na 9/11 in Amerika zijn er zo heel veel uh, voorbeelden van mensen die zogezegd naar ISIS gingen, maar die zijn letterlijk door drie FBI-agenten die deden alsof die naar ISIS gingen. Gewoon overtuigd. Ja, ja. Dus drie FBI-agenten overtuigen één man om naar iets te gaan. En dan, voordat hij op de luchthaven gaat, die pakken die op en zeggen: je... hebt een terrorist. Oh, nou, maar vindt, jullie gingen toch ook mee net? Ja. <laughs> met jullie zei het, als ik, toch jullie <laughs> idee? Dat gebeurt. Je ziet, dat gebeurt. Maar als je altijd over zo'n uitspraak, nu met Terrence in truien, Als je dat echt meemaakt en dat gebeurt, dan kun je daar pas over uitspreken. Maar uiteindelijk, als je dat niet meemaakt, dan weet je niet Maar als dus dat shit gebeurt, dat is een gekke mens, ja. Dat is wel gek, hè? Ja. Dat is een gekke mens. Die laat je... Die, die, die zit iets aan het doen en die na je gewoon en je weet van niks. Ja, ja. Dat een, ja. Zeker als je er een beetje geld laat uitsteken uit je, je Denk ja, Dat is al pas... Ja. Uh... Pas wel, ik pak... Als er 50 is, ik pak 5 euro. Ga 45 over. Goede dingen wel, ja, ik weer? Als je een portemonnee vindt op straat... Hoe je ermee? Eh ah, wel, kijk, weet je... Je mag Ken je een mode geheel in gang? Yeah. Ja, wel daar. Ik, uh, ik werkte toen bij IKEA. Ik was redelijk jong. Ik deed daar Palletpool. Ik mm -hmm. verdiende goed met een pallet te sleuren. Was je daar. <laughs> en ik vind een portefeuille op grond met nog een meisje, maar gewoon van vroeger mm -hmm. Maar die zat bij mij in de klas. En we vinden een portefeuille. En luister was zo'n portefeuille. En ik ben die naar de politie gaan brengen erin? Ja, de, uh, uiteindelijk zat er nu geen zeg zat duizend euro in. Nee, joh. Nee, joh. En Die man, ja, die was een ja, toen, toen, in die tijd was een Hollandse kok en ik had die teruggebracht. Ik heb dat wel. Eens, nu pas mijn portefeuille, die is, die is, die is, die is pas weg door mijn, e maar die is gepikt, Dat kan niet anders. Want ik was in de versus en een pas in, mijn pas lag op de sar en een meisje stuurde me, hey, ik herken die via ja. TikTok. Is dat u? Dus, wat wel is, <lacht> <lacht> is dat u <uw> pas eigenlijk gebeurt. <laughs> <laughs> Die, die, de meisjes van Biltz, ik zei nog, ik moet naar een podcast komen, kan ik die definitief die niet terugsturen. <laughs> nee, maar ik kom maar zeggen, dus, ja, ik, ik, um, als ik op Cunipolis werk te voeren vind een briefje van 100, ik zeg wat, tegen mijn maat, ik zei, 50-50. Ja. maar als je een portefeuille, ja. ik heb een portefeuille teruggebracht, maar nu moet je het niet meer doen, ik heb een lening lopen. <laughs> <laughs> maar als je een portefeuille, ik heb dat teruggebracht. Die man was een jank, en ik ben toen drie, vier keer mogen uiteten met een meisje, maar mijn meisje heeft daarna uitgemaakt. Nee. Na die derde keer dan. Ja, ik weet niet waarom. Nee, nee, ik kom maar zeggen: dus ik heb die portefeuille teruggebracht. Maar als dat nu gebeurt, ik laat de pas erin zitten. Gewoon, gewoon. Want dat is de meeste miserie. Ja. Maar pas op: mijn genk. Weet je wat vertalen? Ik had een genkbon van euro. Die is er wel uit. Die dus geen degene, kaart degene die die bon heeft, hè, ik hoop dat die geblokkeerd is. Dus ik ik hoop dat Wim Dries blokkeert die. Over, over Wim Dries gesproken: heb je, heb je een brief ontvangen van Genk? Uh, we hebben ooit een brief ontvangen van Genk toen wij bij Belze gaan tellen door nee, ja. Dat hij proficiat wensen. Maar ik word wel nooit geboekt voor een show daar. <laughs> <laughs> ja, uh, uh, Wim Dries, ik denk, maar jullie weten, ik denk Wim Dries vroeger, dat was een middenvelder, Flank. Die ging Flank, ik denk dat was een goeie off Spits. Ik weet niet wat er rolde was. Ik heb ooit een, uh, maar wat, wat, wel, wat wel is bij Wim Dries, ooit dat ik een optreden op Torpark. Ik een foto, zei: Foto, jij eerst mijn nummer stuur me niet door. Wim Dries, je weet. Ik wil eigenlijk eens een filmpje maken met Wim Drie. Ik doen? ben er gaan met zo. kent je dat ze voetbal krijgen. Maar niet zo, niet zo gewoon als je gaat trainen. Echt chic. Kent je dat sokken tot hier. Je ziet die knieën. Je gaat daar binnen met een bal. Je doet dat. Ze Wim, er is X-Zwal trekken, Ik word burgemeester. Niet jij. <laughs> misschien die wel dat ja. Ik denk, ik denk dat, dat, dat dat een perfecte mogelijkheid is. Maar Jeff Leer, als je, je dit ziet. Jeff Gabriel maar... is een Dries waren echt twee goede burgemeesters. Die hadden de vibe gelijk die burgemeester van Samson en Gerd, echt burgemeester. <laughs> Walter de Donder, echt waar. Walter je weet, Walter goede jongen, echt waar. <laughs> dat is ook een goede gast eigenlijk, Walter de Donder. Doet ja. jij, nog iets anders buiten voetballen? Uh, ik, uh, ik doe voetballen en ik ga ook, uh, ja, ik heb eigenlijk zo'n wielerfiets maar met rechte stuur nee. en af en toe op mijn school zo'n wielerclub ga ik zo heel af en toe met de wielerclub maar vaak ga ik dat eigenlijk afweten door drukte maar ik heb nee. eigenlijk een op uh, paasmaandag heb ik de 100 kilometer afgepit. heb je dat echt gedaan nee, jij nee nee echt waar pas op dat is wel 100 iets. kilometer ja 100 kilometer Stareport. maar eigenlijk als je 15 je kunt ook 50 kilometer fietsen dus ik ik doe eigenlijk wielrennen voetballen Theater maken, muziek maken en ik kook vies graag. Echt? kook graag? Ik kook heel graag. Ook als ik een spaghetti saus maak. Mag ik je heel rap uitleggen, vrienden? Zeker. Kijk, ik kook vies graag. Je pakt olijfolie. Je pakt een beetje look. Je pakt een beetje ajuin en dan doe je gehakt erbij, maar je gehakt gelet die vies bak alsof die bijna karamel wordt. Nee, halal, halal gehakt, hè? <laughs> doet, halal. dat gaat ook. Ja. Maar nee, nee ge... dat moet nee, moet. nee, nee, dat moet. <laughs> maar, dat moet, dat kan. Dat moet. Maar als je rundgehakt gaat je gebruiken in spaghetti sauce, dat is redelijk droog. Rundgehakt moet je dun maken in hamburger. Maar pas op, dat bolt. Nee. Maar wat doe je dan met die meer zetten? Ja, maar dat is ramen. <laughs> als je dat samen daarna die die gehakt die bakt bijna aan, dan blus je die met hoge wijn. En dan doe je, kijk als je al een minuut kookt, kun je verse tomaten gebruiken. Maar dan doe je je potje gepelde tomaten. Ik doe op een halve kilo gepelde tomaten. Nee, een halve kilo gehakt. Vijf potjes, vier potjes gepelde tomaten. Want als je flamani saus maakt, gewoon een bol, een bol gehakt. Yeah. En dan moet je, heb je heel veel saus. En dan doe je gooit twee ganse wortelen in die saus. En je laat die tweeënhalf rustig opstaan. En dan die saus flip uit. Die moet een beetje verbrand zijn en de zijkant en aan de on en wat gebeurt er met die wortel? Waarom doet je wortel erin? Want je kunt Zit Is er volledig in die wortel? Die wortel of gooit je, Nee, nee, gewoon een gesneden gooit je erin. Waarom gooit je die wortel erin? Waarom denk je? Waarom? Waarom? De meeste doen. Nou, dat een beetje suiker, bij. moet je een pak rollen <laughs> Die wortel zorgt ervoor dat er de zuur uit de tomaten wordt gehaald. Maar als je 9 kilo groente eruit hebt, gehaald, kun je beter een kilo. Suiker erbij, ook, want dan is die soos altijd zoet. Yeah. Dus de wortel voor mij en dat je een beetje die haalt nette... Hoe moet ik dat zeggen? Als je die zo zo maakt, je hebt zo... Die met veel groenten, die zo is... Oh. En als je die met... met, met hoe ik die maak, is die echt... Ja, ja, ja. Dat is gelijk met kabel. je leert de meeste kennen. En je doet het zo... Het zijn, oh. En hij is het echt een ja Ja, ja, ja. Dat is consistentie. Snap je Maak je nog iets anders bij de uh, spaghetti? Ik kan ook aardappelen bakken. Ook Mensen kunnen dat niet hoor. Ik vind dat echt... Als je aardappelen... Oh, wacht hè, ook... luister hè. Ja, ik sorry. Heb... Nee, nee, nee. Oh, sorry zeg maar. <laughs> ik, ik ben aan het praten. Je ben met die, gerekt, die heeft net niet eens gezegd tegen mij, die is zo... Geen zorgen broer. <laughs> uh, ik... We gaan peper uitnodigen hè? die heeft pas een foto gevraagd. Ik zei GG van Bonnen. Ja, maar luister. <laughs> die niet ik niet Ik ga vragen hoe hij zijn pasta maakt. Ja, nee, maar je mag, maar, ik, wacht dus even. Ik ben nu aan het waarschuwen. Dat is nee, alles maar wat je mag, zwaar, Maar dat ja. is een 2 miljoen. Ik vertel gewoon... Ik zeg niet dat... Pas op. Ik zeg niet... Nog een, nogmaals. Uw waarheid is niet de waarheid. Ik vertel gewoon iets hoe ik die maak. En hoe ik daar vaar. want ik kook vaak. Ja. Hé, hey, poes ik koor hem weer door. <laughs> dat is gewoon zo. kijk ik maak gewoon een tillean met een halve kilo. <laughs> maak een tillean pot met een halve kilo. alleen ajuin en misschien een blaadje ajuin en wortelen. gooi dat erin en laat die wortel twee op één laat die pruttelen. daarna ga gaat dat. dat is veel saus, maar dat is zo. Mm, ik kan het niet uitleggen. dat is gewoon gelijk... Lekker uh, de bruine als je een vrije trap zet buitenkant. Ik gilt je ook bij. Ja, Allemaal... Als je kookt als je dat niet voelt, kun je beter ruiken om minutoep koken. <laughs> maar heel eerlijk, heel eerlijk, waarom heb je geen bord meegepakt gewoon? Ja, eigenlijk beter, hè. Eerlijk nee. is het er zo voor aan het praten. We ja, maar... ja. Ja. zijn Turk en wij maken. Uh... We maken ook spaghetti sauce, maar we doen dat met klare dingen van de Aldi-wit. Ja, of voor de niet Het zijn niet jullie, Manti. Ja, ja, ja. Maar veel mensen kennen alleen maar een doe voor mij met een rum. Ja, dat is Maar eigenlijk, manty. Ik ben, ook, ik ben van gedacht, als je een fatsoenlijk Turks restaurant opent hier in Limburg, ergens, hè? Mm -hmm. maar ik heb het niet over een grillrestaurant, nee, 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 ik ben echt nee, nee. zo van diep. zo, van, kusseren, zo kusseren. Ja. Oh, nou, deze man, Zo'n dingen, als je zo'n dingen uithaalt, echt Turkse gerechten, dat ik, ik denk hè, dat bol, denk ik. Iskambar, ja. Ja. Is, sarma, Er is eentje? Mantel, bolman. Die ik meen ik, ja, echt ja, maar Dat is waar, want dat zijn de echte gerechten. Ja, 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 dat zijn de gerechten die thuis worden gegeten ja. bij mensen. Ja. Gelijk, uh, ook voor uh, yoghurt en zo. ik vind de Turkse keuken, Oké, okay, Adana, gehakt op een stokje. Maar dan kennen die ook niet Adana. Wat is dat Adana? Nee, dat is als je zo. de meeste mensen vraagt, was halal. Die denken dat het te anders smaakt. Ja, dat ja, het van een ja. ander dier is. Een het ja. dier. Een Een ander dier. Aan alle niet-Turkse mensen. Kijk eens naar een Turkse zaak en bestel eens iets anders dan bijvoorbeeld. Een kebab, kebab. Een, ja. kebab half pikant. Want als je in Brussel gaat, een Brussel-loodje, je bestelt een kebab, je vraagt mayonaise, die geef je in lap. Ja, dat is waar. Ja, dat is anders, hè? Ja, de Thuise ja. keuken, ik blijf erbij. Maar het fijnste stempel is, ik vind het kusser. Dat is lekker. Het is vies uh, kleine bulgur, de kleinste, uh, de, kleinste, de kleinste, dat is lekker. Ja, dat is waar, ik vind het ook heel lekker. Iran met kebab. Oh. Uh, drink je Iran <laughs> Ja, ik denk toch, bij een kebab is dat heel. Je hebt <laughs> Kijk, als je iron wilt maken thuis, je moet gewoon yoghurt, natuur -yoghurt met water en zout. <laughs> Ja, maar jullie. Is Dat is waar? Waar, wat ik ja ik maak oh. Ik maak mijn eigen zelf ook soms. Met je goed komen. Ik marge Ik ben die geluid nog één keer. Je... <laughs> <laughs> ik hoef gewoon elke keer als we die hebben gedaan. <laughs> <laughs> maar ik heb ook een Turkse liedje dus maar die ook rijp, of liever niet? Ja, ja leef ja, je uit. Oran Pamuk, Ramazan Zor, Gala, Gala, Trapson Spor, Kachlaman. Met mijn jarrak, jarrak, ik kom daaraan. <laughs> dat valt ook? <laughs> dat is perfect. Dat is, dat is mijn nieuwe favoriete liedje, Echt waar, maar dat is, dat is een scheefje. <laughs> als, als, jullie, als jullie echt Turk zijn, kennen jullie die ze? Hé, hey, Baksana. Ken je die niet? Ik ken dat wel hoor, dan kom je ook Ik zweer je Dat Ik truck je oud wat je nu zegt, hey, hè? Hé, hey, kijk naar mij. Ja, maar dat is oud wat je nu <laughs> zegt, hè? Dat is heel oud. <laughs> Dat is heel oud, ik. Ik, ja. ik. ik denk dat ik meer Turkse cultuur ken dan jullie. Ik denk dat ook. Echt man, waar? Man, ja, Turkse dolma. <laughs> <laughs> ik denk dat er in, in, in Limburg één zaak is die, trouwens die eten verkoopt. Tjorgens. Ja. Het ook, wel... niet Anatolia ook niet Anatolia? Ah, buffet. Anatolia ook. Ja, dat ja. is een en buffet. Bij wel. ons in termijn staat Tantuni. Dat is ook geflipt, hè? Ah, heb, je, heb je Tantuni in termijn of wat? In is ja. ja. Tantoeni aan de Rus. Ik kijk dacht dat die die enkel in, ook... in Brussel had in België. Nee, in de is er ook één zaak, maar ik dacht enkel die. Ah, okay. Die staat er van, van 1 tot 11. Had jij dat in een kar? Ja, nee. Nu is hij een beetje gefriest. Vroeger had hij zo'n fijne kar. Nu heeft hij zo Tantuni en Durum. Ik denk ja. dat dat spreekt meer Raar, maar ja. Tantuni... Voilà. Ik vind het al een bom die? die car, johan, denk ik. Hoe heet die Tantuni? Uh, er staat gewoon een tatoenie. Ah, okay. er, er zijn zo'n paar lekkere food, food trucks. Joh. Ik honger, en, en, Ja, ik zweer het al zo. bijvoorbeeld. Matchen staat er al lang. Ah, ja, Matchen, dat is die aan de dingen van Zwaarberg. Uh, ja, ik denk drie hoeven de daar. Dat ja, rondpunt ja, van de ja, play ja, van, ja, van, ja, van Zwaarberg. Matchen. En kent je die ene die bij Café bayer staat? Dat is een, een, een Turk ja. en die, een, die staat bij het rondpunt. waar de Noordland? Ja, daar rechts. Dat zijn de lekkerste dingen, joh, wat je waar je moet gang. Ja, Of gewoon een frontje gewoon als je weet. Jij <laughs> <laughs> niet uit eten. Want je kookt graag, zeg je, maar je hebt hier vaak uit eten. Ja, maar heel... Ik ga niet zo vaak. Ik ga eigenlijk vandaag nog eten in uh, de Molengrill in ja. Is die goed? Want ik er vaak in. Waar hè? is dat, de Molengrill? dat niet. is in zijn de molenvijvers. Dus je moet weten. witte hemdje en dan kan je met een mm. lach... fijn. <lacht> 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 maar is die goed? Die hebben steaks dan zo, dat je je op likes wil halen op Instagram, moet je foto's trakken. <laughs> <laughs> maar ik had pas, die vroeg aan mij: Kunt je een filmpje maken? Ik zeg: Ja, is goed. Als je de tafel hier een dingetje geeft, je zegt, Ja, is goed. En wat ik gezegd heb, mensen, Peter is jarig. Mijn diefste meisje bedrogen en die andere meisje zwanger. Graag een en applaus. Ik zeg: Klappen dat je iedereen. Kee hard. Best, best wat goede maken op de bal. Dan zit je altijd goed. Was je vroeger ook zo op school? Als je zo de klas. vol wel probleem ja, je gehad nee, vroeger nee, nee. Ik. nee, ik had geen grote mond, maar altijd zo. Ik was van G mega, blijf zitten, fijn, ja, shoot, fijn. Hoe, hoe blijf zitten? Ja, gewoon plezier, maken. Ja, zo. <lacht> <lacht> brood eten in de klas. Dan mag ik nu nog brood eten. Nee. Ik, ik. was geen schnul. joh. Nee, joh. Nee. Ik had geen grote bekken. maar mijn vader geeft me één lap als ik grote bek had. Ik was een BLO, eigenlijk. Nee. Maar ja, was, je was je de klasclown? Nee, ik was zo... Kijk, al heb ik een t-shirt gedaan, ik ben nog grapje ja, als ik slap. ga Je nee. <laughs> <laughs> tweelingbroers, hè? hebben die ook theater gedaan? Uh, die hebben even een paar theater gedaan, maar toen zijn die filosoof geworden. <laughs> die zijn echt filosofie. Maar nee. je zegt echt filosoof, maar nee. hoe, hoe ver gaat dat? Eén enige wel echt... Ja, pas op. Uh, goh. het hard. Maar nu is dat waar, maar ja... Hoe je? Over wat praat hij dan? Over aliens en zo? Nee, 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 nee. Alles, als, als die hier niet zitten, ik heb een podcast met hun. Um, ja, nee, 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 nee. Die gaan nu wel bijvoorbeeld, die vertellen de hoe en waar, maar die gaan, niet, die gaan niet iets vertellen wat niet, niet van aliens is. Maar ja, dat is gewoon <laughs> een opinie, en kwestie op iets. Maar dat is wel te Die praat tegen mij, Plato oh. Dat is zo wang, Plato met beer. <laughs> nee, ja, die, 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 niet alle twee, maar die gaan, ja, die gaan er wat dieper op in. Die lezen de humo, ik de yuppie. ja Hoe ja, ja. staat er nog de Yuppie? God, ik denk die spas een en nu. Wij zijn een Yuppie geweest vroeger. Nee, nee, nee echt, uh... je weet het af. Je vol overgewicht daar ook. <laughs> <laughs> Allee, de Yuppie was bomen vroeger. Ja, ja mensen houden er echt. Hè? Ja, omdat dus de, omdat in de Yuppie had je uh, zo posters hè. denk get Ride zo. <laughs> ik, ik, ik herinner me bijvoorbeeld uh, mijn necht haar kamer, dat had gewoon letterlijk. <laughs> Vol posters, Jonas Brothers, uh, yeah, Justin Bieber, Justin Timberlake. Mm. En die posters kreeg je allemaal uit. Die posters, think, uh, die posters waren zo Ik denk van Lil Wayne en Joey, die zelfs. Ik wil ook Danske doen. Eigenlijk kan ik even iets doen of gaan doen? Wil je, je doen een Danske? Ja, yeah, zeker, zeker. Met koptelefoon. Hoe ja, mocht je zelfs uit doen als je wilt? Meester, the floor is yours. <laughs> <laughs> ik denk dat de camera je volledig pakt. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> What well, uh, the fuck? ik, heb, ja, ik ben, uh... Vroeger did je street, maar ik ben naar modern gegaan. Ik denk dat ik nog nooit iemand zo mooi heb zien dansen. Mensen, ja. shit. Benjamin. Schiet ook in de verses? Uh, nee, ja, wel in de verses. Meestal. <laughs> ik ben niet deze. Ik ben echt deze. <laughs> Je leed een meisje, kan je sympathie geven? <laughs> Eerlijk, maak je en zo in de verses, ja, Nee, ja. nee, nee, dat niet, nee. over. Dat is ja? echt voor de mensen van het dorp. Nee, nee, nee. Okay. Je kinderen gaan wel half van het dorp zijn, dat weet je toch, hè? Ja, dat is, dat is leuk. <laughs> Fijn bij de slager, bij de bakker. Zo, vroeger toen ik die cross Die verstond me niet. Ik had een stokbrood gekregen. <lacht> 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 <Zo>. <lacht> <lacht> Die bestaan maar eigenlijk de bommen van mijn meisje. Meen ik, ja. Wat zegt hij? <laughs> Als ik een andere taal spreek. Het beste wat je kunt doen tegen die bommen is zo. <laughs> maar verstaat je ja, haar? Ik versta je ah, goed. Dat is wel gek. Heb je dit gaan bouwen in Genk? Nee, nee, echt daar in het dorp. Ja, wel. Kijk van Genk dan? Nee, ik, ik ben opgegroeid in Trioeven. Uh -huh. Toen ben ik naar termijn gegaan en aan het kanaal ben naar het platteland. Toen een geng-centrum, Maar ik, ik leef liefst op platteland. Hmm. Ja. Maar was is het platteland hier in echt, uh, Waar ik heb gewoon een termijn aan het kanaal, een Jobbenbeek. Daar, <laughs> ja, daar heb je echt weilanden met de mate. Gelijk waar ik nu woon ook, dat is wel waar, 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 waar ik wil. Mijn vader ook, toen we in Driehoeven de Cité geboren, waar mijn vader zijn nee, in, nee. Niet van dat thuis, Slecht dus nee, nee, dat is Maar papa heeft ons, ja, we zijn opgegroeid in het platteland eigenlijk. Hmm. Dat wel. Maar niet dat dat minder is of goed. Maar ik wil een huisje op het platteland. Dat is ook wat ik wil. Een centrum, kijk. Ja. Mijn mama ja. woonde daar. Dat, 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 dat is fijn. Geen centrum, je weet. Kammer, nee. Maar Geen centrum, nee. Ik moet platteland. Ik heb ook echt. Als ik mijn raam open doe van achter, zie ik echt eh, bloesemwei, Ja, ezels, ponies. Ik dat heb is, het ook liever hoor. Ik heb ook liever ja. zo. Nee. Vind, Naar het centrum kun je altijd gaan. Nee, door. maar als ik dan ook kinderen heb, en ik vind wel voor mij persoonlijk, en gegroeid op op het platteland, ik vind dat, hoe mijn papa me heeft opgegroeid, ik vind dat wel, pas op, is zijn nog... Zo Gegaan, maar een <laughs> ja. beetje schade beperkt. Nee, ik vind het gewoon ja. Nee, ik ben, uh, ik ben voor het platteland. Ja, ja dat snap ik. Ik ben opgegroeid in een doodlopende straat. Weet je, hoe bom? Dat is? We waren altijd op straat aan spelen en zo waar, zonder enige waar een hotel. Iedereen joint dat ook. <laughs> dat is waar. niet in mijn straat. Onze straat nee. achter ons. Ik Kom maar zeggen, ik ben nee. Ja, ja maar dat is waar. hè? aan, volle pak. Dus vind die hotel ook fijn? Uh, Hengeloof, fijn. Ja, ja, ja. Schoolslag, zeker, zeker. Ja, <laughs> was uh, en eigenlijk was Groot karakter hadden we de plaats. Ja, maar ja. Ik, ik, ik heb gisteren nog een wandeling gemaakt. In het bos achter de, achter de plas. de zo. Weet je goed bom dat is met, dat Is mooi daar hè. Ik speel het goed bom gewoon. Dat is echt, dat is een diamant. Ik mag max anderhalf uur rondgewandeld, gewandeld gewoon, rondje gemaakt in het bos, hoort de vogeltjes fluiten, dit dat, dat bomen, groen af. Die waren wel, war, die hebben een groot deel afgesloten omdat die extreme outdoors en dingen zijn nu. Ze ah, zijn ja. die build up aan doen. Dus die hebben een groot hè? deel afgesloten, ja. je, je kon niet extremen. in de plaats bereiken, enkel in dat bos. Hmm. Gaat geen extreme Nee, ik ben eigenlijk nooit geweest. Nee. Ik ook niet. Is... Ik ook niet. Eén minuut van mijn thuis. Mijn meestal, ja. wat, We ik hoor die muziek niet eens tot de nacht. Ja. Ik ga meestal naar Amsterdam. En om onderzoekers, hier een foto vragen. Dat gaat niet. Nee. In Amsterdam kennen ze je nog niet. Oh, met zonnebril. Nee, mijn gewoon leven. Ik was naar. Nee, nee niet, daar, niet daar. Duvel. Ik was naar Limits gegaan, dat is een Valkenburg. En ik was daar echt zo. En. Ik dacht van mij, fijn hier en om de, ook mensen. Ik maak de hele tijd een foto in een grot en Valkenburg is een feestje, limit. Ik denk, ik ben veilig, zelfs daar was ik niet meer veilig. Ja. Allee, maar wordt wel eigenlijk... veel herkend dan eigenlijk? Hè? Ja, maar eigenlijk je, je duwt dat zelf ook online. Dus eigenlijk is dat een beetje. Ja, dus ik denk, het is niet, is niet alleen normaal de dag van vandaag, denk ik. Ook met waar we in leven. Je kop komt, je duurt je kop eigenlijk heel de tijd erop. En ja, ja. dat bolt wel, maar ik denk mm. dat is dat ook niet. Ja, het is, is, ik ga niet zeggen dat dat niet fijn is, ook niet. Nee, nee, ja. Ik nee, vind dat fijn. Ja, 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 ik vind ja, dat, fijn. dat leuk. Ja. Ik vind het ook fijn. Maar dan ga niet gewoon niet, niet deze doen. Dat geeft u erkenning, hè. Dus als er zo mensen zijn die... Want ik, 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 ik merk dat soms... Het gebeurt niet zo heel vaak, hè. Maar ik merk dat soms als ik bijvoorbeeld in een winkeltje ben, ik merk zo iemand kijken naar mij. Ik denk die kijkt iets te lang. Maar <laughs> ik denk jullie podcast is ook niet... Maar dat, ik, denk, ik vind deze podcast heeft, heeft toch ook wel een, een grote bekendheid. En ik liet toen bij mij in de ploeg die Mensen wisten het eigenlijk wel goed maar dat is een andere intentie dit. Dat, is iets, allee, dat is iets anders ja ja iets inderdaad iets anders. Anders. maar denk, wij worden ook herkend en zo hè we zijn inderdaad Wat, goed bezig maar want toen jullie die hoe heet hij daar met zijn haren gewoon met harde gel uh, van langen over die van nee. ja toen had harde je het ook, maar daar kwam die, 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 die kaf kent, die gezet die rijk harde gel als een orde. dat is als je niet weet hoe dat bo eh doe een normaal maar mee. <laughs> die Dan bluffen tegen u <laughs> ja maar die is van langen over goede jongen is dat? <laughs> Ik weet niet, is maar Waarom dat? hebben die altijd? Waarom hebben die altijd donkerblauw? Iedereen die wat het kostuum met zo'n bruin pandschoenen. Yeah. Ja. Ga gewoon Zara als zwart. Dat is ook goed? Hij <laughs> heeft echt bruin schoenen. Nee, uh, dingen is niet. Maar zo je kijken naar uh, uh, lichtblauwe dingen, hemdje, kostuum met bruin schoenen van hout. <laughs> van hout. <laughs> <laughs> Ik heb ook geen zwarte kostuumschoenen in bruinen denk ik. Ik heb ik het vaak Maar inderdaad bruinen zijn precies populair. Fans zijn mm -hmm. Punch Punchbun met training. Dat En tegen tegen punchbun ja, punch met yeah. training. Of uh, weet je het, ook wat ook Ik was een aflevering doen met. een kostuumscholen met ballet kregen daarboven. Nee. Ik denk dat de valt ook. Probeerde eens, Ik zweer. Als iemand dat moet proberen is het dan. En als de mensen naar je kijken moet je gewoon. Moet je naar me kijken kijken oh, Kletsen geven. <laughs> Nee, dat doen we niet. Die uh, gaan we switchen naar fan questions. dat hebben we al lang niet meer gedaan. Hè? Dat is waar. Mensen waren geïnteresseerd, mensen Oei. hebben een paar Oei. vragen Oei. voor u. Ja, is je er klaar voor? <laughs> ik hoop het. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik zal beginnen met Zoobie. <laughs> Zoobie Doobie zegt: Wat scheelt er met uw vriend? In a nice way. In a nice way. Uh, <laughs> God, uh, ik heb niks gepakt en ik doe ook niet als Wat scheelt er? Meestal zeggen de mensen tegen mij, als ik um, zout ben of neuter dat is hetzelfde. Dus wat scheelt er? Ik denk, er zijn, het enige verschil is, jullie hebben allemaal acht schroeven, ik heb er negen en die zijn allemaal los. Ja, ja bij ons zijn die vast, bij u zijn die los. Ja, voilà. wat scheelt er? Ik heb, ah, voilà, wat er scheelt, dit is het antwoord. Ik heb de motor van een Ferrari in mijn hoofd. Maar de remmen van een fiets. En dat scheelt er met mij. Maar ik hoop dat je wel gelukkig bent. <laughs> maar die zei ook in een nice way. Hè? Dus, nee, nee, uh, natuurlijk. Yeah. Ook al is dat negatief, nog altijd <laughs> wens ik je alle geluk. <laughs> maar dus dat scheelt er met mij. En dan zegt hij ook: wat zegt uw moeder ervan? Uh, mijn ma, die is al gewoon. Die draait wel af en toe met haar ogen. Ja, en toch? soms als ik die spontaan film, als die zijn pyjama aan heeft, van mijn moeder, ik mag die niet online zetten. Anders wel. Maar uh, mijn mama, die. Ja, die bij haar vriendin is, ha, ah, mijn zoon, ha, ah, ah, ha, ah. En als ik alleen bij die thuis ben, ha. Ah, ah. <laughs> nee. Echt niet te langs, hè? Ja, maar mama, <laughs> ça va? Die, die doet wel mee. Gelijk net als ik bel, die doet mee. Dan draait hij gewoon met haar ogen. Ja, moeder, ja. ja, Dan ja. moet je een cool. goeie meisje. Die, die weet wat die, wat die, ja, ja. Die, welk vlees dat je Die van school gebakken, dus die weet hoe laat het is. <laughs> ja. Uh, Kiko CMD die vraagt: uh, Heeft de echte Tom Bon al contact met u gehad? Ja, uh, uh, nee. Tom Bon heeft contact gehad in de zin van mij. Je noemt Tom Bon tonen. Je moet het maar eens opzoeken. Uh, uh, ik heb het dus ooit, denk ik, heel lang geleden toegevoegd. En na die filmpjes van die makelaar heeft hij mij toegevoegd. Dus hij heeft contact gehad. Ik heb ook eens gevraagd: of geen een film kunnen maken? Maar die heeft niet teruggestuurd. Mm -hmm. Maar hij heeft contact gehad, niet rechtstreeks. Uh, maar wel, die heeft mij toegevoegd. Ja. Met wie ik wel ooit contact heb gehad, en dat vind ik fijn, uh, is um, Jeroen Meus. Mm -hmm. die, is, ja, die zei dat, dat hij en zijn vrouw wel echt heel grappig vinden wat ik doe. Mm -hmm. En uh, voor de rest contact, uh, Luca Brissel, die is ja. mij gestuurd, maar echt contact om te zeggen. Ik ken die. Het enige met die contact heeft, is echt met Ibi van Spitsbroers. Ja. Maar, maar die kent ja. lang ik, dan. Praat, dat is een kameraad, een heel goede kameraad, maar ik spreek met jou. Waarom, ja, Gukka, ja. waarom? Geweten met die wandel, is beroemd. geweten. Ja. <laughs> hebben die ook uitgenodigd gehad, denk ik? Nee. In de tijd, ja. En toen wou je niet of die kon niet of zoiets. En dan heeft hij opnieuw contact met ons opgenomen om wel lang, langs te komen. En dat is gewoon niet uitgekomen toen. Oh. Misschien na deze, maar heb ik contact met Tom Boone, uh, Die is me toegevoegd in deze vorm van. Heb ik contact, contact, ja. Hmm. Die, die, is dat het, omdat, die, omdat je die hebt getekend, volle bak. Hoe denk je dat hij op je uh, Ik video's... denk nee, ik had een filmpje dat ik zei, "Mei, deze andere Tom die komt hier oefenen, met die andere die <laughs> <zo> lang was. <laughs> zo, dus vandaar in die zin heb ik al contact met, met hem gehad. En dingen is, heeft me ook toegevoegd, Benita Raman. Ik eens die kerel, uh, voetbal van, ja vroeger van de tijd van Struupal, Benita <laughs> Raman. die is gelijk <laughs> like polka pakken, die zo, baroom, maar ook niet, <laughs> maar ook de, ja uh, iemand de, de vriend of de man van iemand van de PAFs, van de dochter van de pfas is me ja. ook toegevoegd. Dus in die zin heb ik contact. Ja, maar het is niet dat ik die ken enige drinken met, nee, en met ja, hem. Ja. Maar dat is wel, wel chic als je tot daaruit geraakt. Dat is ja, nee, dat is voor mij heel leuk. Ja, in die zin heb ik contact daarmee. Ja. Onze neef Rocco Cagliostro, pis Rocco Cagliostro, vraagt: waar koop je je afgeschoenen schoenen en wanneer stap je in de politiek? Uh, ik stap niet in de politiek, want daar gaat dan mis. Waar koop ik mijn affe schoenen? Die zijn geleend van ook mijn schoonzuster, mijn, schoonzusterke, mijn <laughs> moeder. En bijvoorbeeld, ik was met mijn kameraden in het zil, Ik zei: mijn fijne sletten. Ze hebben die sletten waar je zo de vloer mee veegt. <laughs> dus die schoenen die komen spontaan en ik zoek die ook. Of meestal vraag ik die aan Peter. De volgende aflevering, morgen, weer een aflevering van, de, van Tegeldecor. Daar ga ik weer heel grote schoenen aan doen. Dus zijn van vrienden, omgeving. Of mijn schoonzuster. Vandaar kom je de schoenen. Omdat, okay. omdat je maat 39 hebt. <laughs> ja, maat 39, maar ik draag 59. Voel ik me allez, op mijn gemak. Je denkt, als je 59 gedraagt hebt, ja, is het letter de el. <laughs> je <struikelt> gewoon de L. gewoon. tot Is het uh, Trouw die, uh, die vraagt, wat is uw droomcollab? Uh, mijn droomcollab? gewoon nu vraag ik een moeilijke mijn droomcollab. Um, op gebied van muziek echt, mijn droomcollab. Of, ja, ja, of, of een ik, video, goh, ik, ik niet weet wat. Hè. Goh, ik... ik, ik moet ook Gert Verhulst zeggen, ja, verhulst, nee, hè? mijn Gert Verhulst... Goeie keuzes eigenlijk, moet ik zeggen. Gert Verhulst, ik denk die grote handen, beter niet. Nee, uh, <laughs> Mijn droomcollab heb je geen gedachten <laughs> gegeven, joh. <laughs> <laughs> ik, so, ik, Onlyfans <laughs> like, well, Ik ben echt serieus, een collab... Um, oh, well, weet je wat? Weet je wat? M mijn droomcollab, er is zoveel. Mijn droomcollab als ik echt op mijn idool moet gaan, als ik eens één keer op de foto of mag jongleren met Gattuso. Well, de mensen die Gino Gennaro Gattuso niet kennen, is een voetballer, die heeft bij Italië gespeeld. AC Milan. En daar zou ik een collab mee hebben. En voor de rest, met wie ik ergens een liedje wil maken, zo tussendoor, gewoon oh, zo zeggen: dik en lijpen, graag met T.Y. Ja, of, echt? Ja. Heb ik T.Y. ook gehad, hè? En wel, weet je waarom, Dan zou ik ook met vier voelen. En zo naar T.Y. En zo naar T.Y. Ook een, een OG. Yeah. Ja, is ook een Ik zou zeggen: ja, lijpen, dikke. En Gert Verhul is met hem wel eens gaan patanken, joh. Gewoon fijn betanken, Puntjes huis, op beheusen, een grote hand, handgeven. Ik denk met hem moet je lekker gaan golven. <laughs> 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 Allee, oh. hij, hij doet dat betanken, denk ik. Dus ja, Gattuso, Gattuso, ja. voilà. Dat is wel waarom. Ja. Gattouso is een mooie naam. Ik je, je Italiaans eigenlijk. Je bent Italiaans, maar eigenlijk ben ik Frans, Pools en Italiaans. Ik denk heb ja, een Poolse oma, een, Pol, een uh, Franse oma en twee Italiaanse opas. Mijn nou, opa ja, Duits. Mijn opa is zware Italiaan, maar die sprak Duits. Mijn nono die sprak Italiaans. Mijn oma sprak Italiaans, Frans. Ik heb een zware Italiaans familie, maar wij noemen Yuri, Dimitri en Benjamin, en mijn zia noemt Antonella. Nee, ja, ja, ja. hoor. <laughs> Yuri, <Ja. laughs> Dimitri en Benjamin. Eh, zia Antonella dat is de kapotte, kapotte versie van Tina Turner. <laughs> <laughs> Italiaans. Dat is tina, tina Turner tina met een lasagne. <laughs> Ik de denk dat we goed zitten. Ardat voilà. nee. uh, Arda Tiren. Als een kleine neef. Je vraagt hoeveel heeft de takelwagen gekost. Hoe <laughs> vraagt hij? Uh, de takelwagen. Hoe heeft die kost? Die factuur moet nog aankomen. Ja. <laughs> dus Heb je ooit al terug? Nog niet. Ik denk aparata is. Dat <laughs> De bougie, die moet het zijn Een bougie. <laughs> bougie. Dat is een fysieke dat is soort standaard dingen wat iemand, iemand zegt. Zo. Echt waar. ik hoor dat dat een bougie is. Iemand <laughs> die niks kent van de auto's, hè. ik <laughs> denk bougie. Dus ik heb ook alles gehad als de bougie bij mij. <laughs> <laughs> maar de bougie is gelijk bobijntje, kan dat wel zeggen. zeg? Dus die kleine dingetje moet schuren gezet. Erin, die gaat in plaats van 50, 90. <laughs> <laughs> okay. zeker, oh, ik heb zeker niks van auto's. Ik zeg. <laughs> <laughs> ben ook iemand die uh, refereert naar de bougie. Naar de bougie. Een ja. row barbecue en zo naar zegt, Ja ja wel, die, wel luister Fabio. als je daar wilt eten lekker. Ja, ja, zo ja, ja. die weten wat die doen, wees ja. een fan. Ja, ja wees wees een fan. Maar Weet je wat, wat ook eens bij fan? Die man, dat is hoe ik mijn spaghetti uitleg. Kijk, je kunt een ribbeke bakken, of je kunt dat niet. Ja. Ja. Als je een stuk kipje hebt van al die bak, die maak je die. Als je die eet, gelijk porno. Ja, die scheurt die voor je. Dus, nee, ja, ja. Ik wil maar zeggen, het is, is ook zo hey, die zo maakt er echt, die zet er tijd in. Je ziet op Instagram de middel hoe die dat maakt. Het ding is, hey, daarom bolt hij ook zo. Tuurlijk, en niet alleen af en online. Het ja, ja. is ook die gewoon lekker. Ja, Bro is echt echt lekker. lekker. Echt goed. Maar wat ja. fijn. Ja. Zit je, maar, gelijk nu, je vraag, dat vind ik, als, maar, gelijk, hij heeft zo'n zieke zaak. of ik vind dat zo, En hij zegt zaak. en hij die reageert nu. En als een jongen gelijk u, meiden, dus en dat vind ik fijn. Zwaar, nu, heb ik, bijvoorbeeld, nu heb ik een, nu heb ik een vier gevoel. dat vind ik leuk. Zeker ja. Of als een man naar me toe komt, hey, je echt grappig wat je doet. Je maakt me een, <laughs> of je leest comments, maat, ik ben slecht gezien, maar geen met mijn dag goed. En wel, dan voel ik me echt. Oh. <laughs> fijn, echt fijn. Zeker ja. Fabio is echt wel die persoon. Echt iemand van de straat. Dat is toch een chique zaak. Fabio heeft een bomverhaal. Ja. Fabio heeft een bomverhaal. We hebben een aflevering met hem van drie, bijna 2,5 uur of zo. Die persoonlijkheid laat het ook bollen. De mens yeah. achter de middel is het belangrijkste. Ja, die dont zijn karakter maar ook echt. Ja. Ja. Maar hoe doet, hoe, met wat begint hij weer? Hij heeft vol microfoons. Hij heeft toch een t-shirt van, een heeft wel t-shirt. Als ik ga barbecue, draai ik die t-shirt weer. Ik En wij gaan het samen updaten. We gaan Dat is een Goeie, goed idee, ik Ik trakteer, ik we gaan Alla. daar... Wat? Ja. <laughs> da hey, nee, nee Ja, zeker. <laughs> of we, of gaan, <laughs> we gaan samen uit eten bij hem, goed? <laughs> nee, maar luister, ik zeg het al nu. Als mijn vakantie gaat, komen, ik... We gaan het doen. Goed bij deze. Als je zever dan zever nee Nee, ik zeg dat doen dat sowieso. Ah, maar ik zeg dat is een goed idee. Ah, we gaan bij Rauw eten. Ja, dat is een goed idee. Een we maken reclamehoge gratis <laughs> <laughs> Ik betaal dik. <laughs> <laughs> <Bro>, onder tafel. Ik <laughs> heb gehoord dat vaak. je krijgt twee video's Maar ik wil wel tafel met. Ik wil wel aan de tafel, aan de water. Want iedereen zegt dat Cartier Bleu. Dat is fijn mm. daar. Ja. Maar Cartier Bleu kun je vergelijken met... Uh, Centropeer van de Aldi vind ik. centrapeer van de Aldi. <laughs> de van de Aldi. als je niet aan het water zit daar, ja, oké, okay, fijn, maar toch rauw. Ja. Hasselt, sorry, goede jongens, jullie, maar toch, gieverhof, staat dit, dat. Dan <laughs> nee, nee, ja. is het maar rauw die tijdenskeurt dan. Dikke liefde voor rauw. Ik denk die draagt Cartier Bleu op zijn, op zijn, op zijn recht zelfs. Ja. Fijne zaak. Ja. Ook een huis, Die doen dat wel, ja, die doen dat goed. Ja, die weten wat die doen. Is ook. Benjamin, is er nog iets wat jij wilt delen? Uh, alweer, ik wil dat bij iedereen altijd delen. Ik vind het, het belangrijkste van alles is. En onthoud dat, maakt niet uit van welke filosoof IQ je komt of van welke achtergrond. Rotte tanden zijn ook tanden. En daar blijf ik bij. <laughs> daar kun je eens, goed mee komen. <laughs> nee, ik heb het. Drie, twee, één en zeg allemaal: oh, rotte tanden zijn ook tanden. hoe ja, doe ik dat? Twee, één. Rotte, rotte tanden, tanden zijn ook tanden. Ook tanden. Voilà. Dat is voor de mensen thuis. Bedankt voor het kijken, allemaal. Uh, het was Benjamin. Colgate. Uh, als, een, als een link staan in de, in de beschrijving, naar je sociale media. Uh, voor de rest, gooi een likesje, laat een reactie achter. Laat, zien, uh, laat die appreciatie zien, wil die voelen. En als je nog altijd niet geabonneerd zijn, schaam u ten eerste, maar ten tweede, abonneer alsjeblieft. We zijn aan het wachten. We zijn letterlijk aan het wachten. We gaan u misschien een seconde geven in stilte. Dank u. Voilà. je dus, uh, <laughs> gaat de tijd om te abonneren. Abonneren op YouTube. Ja. Yeah. We zijn, we zijn op YouTube, op Spotify, en op Apple Podcasts. Ik, ik ga abonneren op uh, jullie dingen. Voilà. Abonnement, ja. abonnement, gelijk kaarsen Ja, En dat kost geen geld abonneren, dus dat is gratis voor de mensen. Dit is een gratis abonnement. Gratis abonnement. De eerste gratis. van 20 euro die je betaalt en niet gaat. Exact. Het enige <laughs> gratis abonnement die je kunt aansluiten nu nog deze tijden ah, van crisis. En wel de eerste vijf mensen die je abonneren op hun dingen op YouTube, jullie krijgen sujuk. <laughs> mensen, Tot bedankt. volgende week. Let's go.